Goedemorgen, collega's en gasten in deze hoorzitting. Welkom. Philippe de Koen is verontschuldigd, maar komt misschien later nog, afhankelijk van hoe zijn Amerikaanse evenknie zich op de weg gedraagt en of hij dan vrije doorgang krijgt of niet. Dat hangt ervan af. Onze streek wordt heel erg geteisterd deze dagen door oorlogsleed, zoals u weet, of herdenking ervan. Naar alle gekheid op een stokje. We moeten eerst een verslaggever aanduiden, collega's. 1, 3, 1, 2, 3. Kijk eens naar elkaar. Collega. Ik ga mijn zeer achtbare collega, die toch het thuismatch speelt, aanduiden als verslaggever. Akkoord, alstublieft. We hebben twee sprekers vandaag. Meneer Alex Mollens, de voorzitter van de Boringscommissie Muziektheater. En Herman Baten, de ondervoorzitter van de sectorraad Kunst en Erfgoed. Dus ik denk dat ook jullie insteek daardoor bepaald wordt, door die positie in dat verhaal. We hebben nog een paar gasten in de zaal die betrokken zijn bij het beleid ter zake, die niet echt het woord kregen, maar we fluisteren elkaar desnoods iets in als dat moet. Hè. Ik stel voor dat we meteen van start gaan. Meneer Malms, u krijgt het woord voor een algemene toelichting, denk ik. Van de zeer overzichtelijke en interessante nota die jullie op die korte tijd gepleegd hebben, waarvoor trouwens van harte dank. Want de timing was kort en misschien ook nog dat erbij zeggen, we zijn op het einde van de legislatuur, maar dit gaat wel over een thema binnen het cultuurbeleid dat al wat jaren voor de nodige frictie, discussie enzovoort zorgt. En dus die denk ik ook over de over deze legislatuur zal geteld worden en dus van belang is ook voor het uitzetten van krijtlijnen van volgende cultuurbeleidsnota, van de volgende minister, van het regeerakkoord en van de bespreking in deze commissie. Dus ik wil maar zeggen, het is wel zeer nuttig dat u bent. U krijgt het woord, alsjeblieft. Ja, goedemorgen. Er is ons gevraagd vanuit de Boringscommissie Muziektheater om een SWOT-analyse te schrijven over muziektheater en meer bepaald het genre musical daarbinnen. Ik probeer de nota even toe te lichten en ik volg de chronologie ook van de nota. Onder punt 1, de inleiding, wordt de gevolgde procedure toegelicht, zoals die na goed overleg met de adviescommissie en met de SARC werd afgesproken. En waarbij eigenlijk ook de redactie van de nota toegekend werd aan de Boringscommissie Muziektheater, omdat dat ook ons dagelijks werk is. Aansluitend heeft de adviescommissie Kunsten de methodologische overweging behandeld en heeft de SARC beleidsaanbevelingen geformuleerd. Onder punt 2 van de nota wordt het muziektheaterlandschap eerst in algemene zin omschreven. Het veld wordt gekenmerkt door een grote diversiteit met een tiental meerjarige gesubsidieerde organisaties die producties brengen die sterk verschillen zowel qua doelgroepen, qua inhoudelijke benadering als qua schaal en muzikale benadering. Er zijn in verhouding tot de theatersector twee middelgrote organisaties, LOT en Muziektheater Transparant, en twee kleinere organisaties, Braaklandse Beelding en Walpurgis, die zich vooral op volwassenen richten. Verder zijn er Pantalone, De Kolonie en Theater De Spiegel, die zich meer specifiek richten tot kinderen, maar die een duidelijk verschillend profiel hebben. De Kolonie werkt bijvoorbeeld ook voor volwassenen. Daarnaast is er nog Compagnie Kajit, die locatievoorstellingen maakt voor festivals. Er is er zomeropera Alden Biezen, die het operasegment aanvult met een jaarlijks project op hun specifieke buitenlocatie in Limburg. En Judas Theaterproducties brengt musical op de kleinere schaal van het Fakkeltheater in Antwerpen en voor de podia van de culturele centra. Daarnaast zijn er een groot aantal organisaties die projectmatig werken, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Ook die zijn zeer divers in de benadering van het genre muziektheater. We kunnen stellen dat muziektheater een zeer dynamisch genre is, waarbinnen uiteenlopende disciplines met elkaar een artistieke dialoog aangaan. Muziek, theater, beeld, geluid, dans enzovoort. Dat is dan ook de reden waarom kunstenaars met zeer diverse achtergronden zich tot muziektheater aangetrokken voelen. Muziektheater uit Vlaanderen staat internationaal zeer hoog aangeschreven.
Gezelschappen als Lot en Transparant worden internationaal beschouwd als innovatief en toonaangevend door de manier waarop ze het genre muziektheater vanuit steeds wisselende invalshoeken benaderen. Hun werking is sterk internationaal georiënteerd, met een stevige basis in eigen land, maar tegelijk een grote uitstraling in het buitenland, waar ze co-produceren met vooraanstaande partners en uitgebreide tournees realiseren. Ook muziektheatergezelschappen die zich op kinderen richten, hebben een stevige internationale reputatie. Wat specifiek musical betreft is er eerder sprake van een beperkte diversiteit. De laatste 5 jaren werden slechts 2 organisaties voor musical structureel of projectmatig gesubsidieerd, met name Judas Theaterproducties met kleinschalige musicals en Musical van Vlaanderen met vooral grootschalige en laagdrempelige producties. Daarnaast creëerde muziektheatergezelschap Lot 1 experimentele musical, Adams Appels, en was er binnen de Vlaamse opera de musicalproductie Candide van Leonard Bernstein in een uitvoering met groot orkest. Ik wil die 2 musicalspelers kort introduceren. Judas Theaterproducties evolueerde als gezelschap op een organische manier. Het werkte eerst een aantal jaren op projectbasis, vooraleer de stap naar een structurele werking en erkenning te zetten. De Bodemcommissie Muziektheater heeft die ontwikkeling van nabij gevolgd en positief geëvalueerd. De werking is goed onderbouwd, de artistieke en zakelijke plannen worden helder geformuleerd en beantwoorden aan de door het kunstendecreet gestelde criteria. Positief is ook dat hun musicalproducties een breed segment van het genre exploreren met telkens andere accenten. Dit nog relatief jong gezelschap is in volle ontwikkeling en heeft het potentieel om verder door te groeien binnen het musicallandschap in Vlaanderen. Musical van Vlaanderen volgde als gezelschap een omgekeerd parcours en werd in 2010 met een structurele erkenning toegevoegd aan het muziektheaterlandschap. Het wist die structurele erkenning 3 jaar later niet te bestendigen. Het gezelschap kreeg vorig jaar projectsubsidies voor 2 producties. De artistieke en zakelijke plannen van Musical van Vlaanderen werden, ondanks de grootte van de organisatie en de hoogte van de gevraagde subsidiebedragen, in hun dossiers zwak onderbouwd. Concepten voor producties werden minimaal uitgewerkt en in een aantal in het decreet vastgestelde criteria werden nauwelijks toegelicht. Bovendien werd de Broodscommissie Muziektheater regelmatig geconfronteerd met plannen die niet of onvoldoende werden ingelost. Tevens was er onvoldoende transparantie over de relatie tussen Musical van Vlaanderen en zijn commerciële partner Music Hall en waren er regelmatig zakelijke adviezen vanuit de administratie die kritische kanttekeningen maakten bij het financiële beleid. Wat betreft punt 3, subsidies, lijkt de sector muziektheater de voorbije jaren een substantiële stijging van de middelen te hebben gekend. Tegenover muziek en theater zijn echter maar een klein aantal meerjarige gesubsidieerde organisaties voor muziektheater. Door het wegvallen van de subsidies aan Musical van Vlaanderen daalde het budget voor muziektheater, exclusief musical, vanaf 2013 quasi terug tot het niveau van de periode 2006-2009. Het totaalbedrag voor muziektheater, exclusief het bedrag voor Judas Theaterproducties, dus voor musical is dat €430.000, is voor de periode 2013 tot 2016 €3.980.000. Om een indicatie te geven, dat is nog geen 5% van wat naar alle andere sectoren gaat. U vindt de tabel met een overzicht van de cijfers in de nota op pagina 9. En op pagina 10 van de nota vindt u de tabel die de projectsubsidies voor muziektheater en musical in kaart brengt. Want die moeten we eigenlijk nog toevoegen aan de structurele middelen. Daarbij zien we dat de stijging van het totaalbedrag van de projectsubsidies voor muziektheater voor het eerst gebeurde in 2009... met 2 projectsubsidies aan musicalorganisaties. Dat was toen Judas Theaterproducties met een bedrag van €28.000 voor Ganesha, een perfecte god, en voor Musical van Vlaanderen €300.000 voor La Bohème. Bij de inspectie van deze laatste projectsubsidie werd geconstateerd door de administratie dat het project niet was uitgevoerd zoals vooropgesteld en werd de subsidie teruggevorderd. In 2011 ontving Judas Theaterproducties een projectsubsidie van €175.000 voor de creatie van Lelies. In 2013, dus vorig jaar, werd door de projectmatige subsidiëring van Musical van Vlaanderen
het totaalbudget projectsubsidies van 9,7 miljoen belast met 945.000 euro voor de projecten Assepoester, het tamelijk ware verhaal, voor 850.000 euro en Musical Labo 2013 voor 95.000 euro. In verhouding zijn die projectsubsidies voor Musical een veelvoud van de subsidies die aan andere muziektheaterprojecten worden toegekend. Tijdens vergaderingen van de voorzitters van de verschillende beoordelingscommissies met de adviescommissie werd de discrepantie aangekaart in de hoogte van de bedragen die aan die projecten van Musical van Vlaanderen werden toegekend. In verhouding tot de projecten die ook bij andere disciplines gangbaar zijn, theater, muziek, dans of muziektheater, wordt dit hoge bedrag aan één organisatie in wanverhouding ervaren omdat het bijna 10% van het totale beschikbare budget voor alle projecten in het kader van het kunstendecreet opsloopt. Komen we bij punt 4, de sterktepunten van het huidige muziektheaterlandschap. Een van de opvallendste positieve tendensen binnen de podiumkunsten is dat de grenzen tussen de verschillende disciplines steeds meer vervagen. Dit uitzicht onder meer in de stijgende frequentie waarmee ook in de theatersector gebruik wordt gemaakt van muziek en multimedia. Muziektheater in Vlaanderen is als multidisciplinaire kunstvorm het genre dat deze dynamische ontwikkeling het best incorporeert. Veel muziektheaterorganisaties bereiken via co-productie een grote output en gaan uiteenlopende vormen van samenwerking aan, wat de diversiteit ten goede komt. Dat heeft ook met het genre te maken. Muziektheater is complex omdat er met artiesten uit verschillende disciplines wordt gewerkt, met zangers, componisten, acteurs, muzikanten, librettisten enzovoort. In die optiek blijkt het aangaan van samenwerkingsverbanden met co-producenten, zowel met orkesten of muziekensembles, maar ook met theatergezelschappen, van essentieel belang om de meerkost eigen aan het genre muziektheater de ondersteuning stelt hen in staat om te toeren doorheen Vlaanderen met hun eerder kleinschalige producties. En dat kan dan ook. Judas Theaterproducties is een organisatie met ambities en potentieel om verder door te groeien tot een belangrijke speler op de Vlaamse markt. In de hele polemiek omtrent toekenning van subsidies voor musicals in Vlaanderen wordt weinig aandacht besteed aan de financiële meerwaarde die de creatie van eigen musicals kan betekenen als internationaal exportproduct. In Vlaanderen is het talent in potentie aanwezig om nieuwe producties te maken die kwalitatief hetzelfde niveau halen als de buitenlandse producties die nu op de planken staan in pakweg Londen, New York of Amsterdam. Onder punt 5 in de nota wordt ingegaan op een aantal zwaktepunten van het huidige landschap. Ik heb eerder al gewezen op de grote dynamiek binnen het muziektheater en op het feit dat de structureel ondersteunde organisaties op hoog niveau presteren, ook internationaal, en garant staan voor heel wat diversiteit. Bij de subsidievolumes is er ook gewezen op een status quo sinds 2006, waardoor het muziektheaterlandschap als het ware gestold is. Er is weinig ruimte voor nieuwe instromers of voor een doorgroei van succesvolle structureel erkende gezelschappen. Het gevaar bestaat dat het muziektheaterlandschap hierdoor op termijn zal verschralen. Een bijkomende factor daarbij is dat de spreiding van muziektheater steeds meer onder druk komt te staan, wat meteen van grote invloed is op de eigen inkomsten via uitkoopsommen.
Structurele gezelschappen hebben voorlopig nog voldoende speelplekken in Vlaanderen, maar de speelreeksen zijn wel ingekort. En er is ook een aanzienlijke internationale spreiding, maar ook die is in een aantal landen minder evident geworden. De voorstellingen van niet-structureel ondersteunde gezelschappen kennen daarentegen een zeer moeizame spreiding. Deze vaststelling kan nefast zijn voor de ontwikkeling van nieuwe gezelschappen. Op de vlak van spreiding ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de culturele centra, die de jongste tijd steeds meer vasthouden aan het programmeren van gevestigde waarden of meer commerciële genres zoals stand-up comedy. Dit vloeit ongetwijfeld voort uit financiële overwegingen en de nadruk die op participatie wordt gelegd, waardoor er minder ruimte is voor artistiek risicovolle projecten. Verder is er een krimpende markt voor schoolvoorstellingen, zeker voor muziektheater, dat door de grotere bezetting met muzikanten, zangers en of acteurs relatief duur is. Deze tendens is betreurenswaardig, omdat het investeren in jong publiek belangrijk is om een toekomstig publiek warm te maken voor de podiumkunsten, inclusief muziektheater. Kwaliteit moet daarbij voorop staan. Verder signaleren we ook dat de doorstroming van de conservatoria naar het werkveld niet ideaal verloopt. Voor pas afgestudeerden is er nauwelijks opvang en begeleiding. Er zijn te weinig kansen voor acteurs, muzikanten en andere professionele podiumkunstenaars op de muziektheaterscène. Veel organisaties werken altijd met vaste waarden, waardoor jonge podiumkunstenaars weinig kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. Onder punt 5.2 worden de zwaktepunten van specifiek musical geformuleerd. We wijzen op een gebrek aan diversiteit binnen het soort musicals dat geproduceerd wordt in Vlaanderen. De perceptie is dan ook veelal dat het genre louter commercieel is. Bovendien wordt er veel voor dezelfde creative teams van regisseurs, componisten en choreografen gekozen. Die teams kiezen op hun beurt vaak voor dezelfde artiesten op het podium. Dit verhindert de dynamiek die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van een gezond en gevarieerd musical klimaat. We signaleren de moeilijke spreiding van musical in Vlaanderen en het zo goed als sluiten van de markt richting Nederland. Toch is de mogelijke spreiding in Nederland een piste die niet mag verlaten worden, juist vanwege de beperkte afzetmogelijkheden in Vlaanderen. Verder is er de groeiende concurrentie in eigen land, omdat er de laatste jaren steeds meer commerciële buitenlandse producties worden gepresenteerd. Soms gaat het over musicals met een volledig buitenlandse cast, soms gaat het over een buitenlandse productie waarbij slechts een klein aantal Vlaamse castleden op korte termijn wordt ingewerkt. In beide gevallen is de meerwaarde voor de Vlaamse werkgelegenheid te verwaarlozen. Door voldoende eigen producties te garanderen kan de overheid een grote rol spelen om deze situatie tegen te gaan en het overspoelen van de markt door importmusicals te voorkomen. Een ander zwak punt is een opvallend gebrek aan subsidieaanvragen voor musical. Mogelijk staat dit in verband met de complexiteit van het medium en de hoge auteursrechten die het professioneel in productie brengen van sommige titels meebrengt. In de beeldvorming over musical wordt er vaak van uitgegaan dat musical altijd groots en duur moet zijn. In Vlaanderen wordt dat beeld versterkt door de eenzijdige traditie van musical in grote zalen of van spektakelmusicals. Kleinschalige musical is geen vertrouwd genre in Vlaanderen. Ook de kwaliteit van de ingediende dossiers laat te wensen over. Wegens de lange afwezigheid van het genre binnen het digitale kader hebben organisaties voor musical nog een weg af te leggen binnen de digitale regelgeving. Het valt op dat de dossiers, zoals die worden ingediend door bijvoorbeeld Musical van Vlaanderen, niet naar digitale verplichtingen toe zijn geschreven. Hun aanvragen voor projectsubsidies zijn fundamenteel niet verschillend van structurele aanvragen, terwijl daarvoor toch andere criteria gelden. De beoordelingscommissie Muziektheater kan aanvragen voor musical niet positief beoordelen als die niet voldoen aan de normen voor artistieke beschrijving van een project of werking van een organisatie. Judas Theaterproducties is daar de voorbije jaren een positieve uitzondering op. Een ander zwak punt betreft het beleid. In 2003 werden onder groot protest van de musicalwereld de subsidies voor de musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen afgeschaft. De opeenvolgende verantwoordelijke ministers hebben sedert 2003 elk hun eigen weg bewandeld, wat uiteindelijk resulteerde in een gebrek aan continuïteit en een niet geslaagd experiment met het cultuurinvest. Uiteindelijk werd subsidiëring voor musical hervat met een structurele ondersteuning in het kader van het kunstdecreet voor de periode 2010-2012,
van de nieuw opgerichte organisatie Musical van Vlaanderen voor een bedrag van 2,45 miljoen euro. Die organisatie bleek zo verweven met Musical dat dit zorgde voor onduidelijkheid en voor het verstoren van de markt. Bovendien richtte Musical van Vlaanderen zich in grote mate tot de commerciële markt en werd er te weinig nadruk gelegd op innovatie en artistieke dynamiek. Een laatste zwaktepunt betreft de werkstelling. Binnen de huidige musical scene is bij de casting van de artistieke medewerkers de doorstroming voor nieuwe mensen problematisch. Er wordt amper nog open audities georganiseerd, waardoor de doorstroming van de afgestudeerden naar het werkveld wordt bemoeilijkt. Bovendien wordt veelal met dezelfde mensen gewerkt binnen het creative team. Vooral jonge uitvoerders krijgen weinig kansen en er is ook onvoldoende tewerkstelling voor nieuwe vormgevers, componisten, kostuumontwerpers, regisseurs of choreografen. De neerwaartse beweging in het aantal en de grootte van de geproduceerde musicals maken dat het musicallandschap vandaag niet alleen zeer klein is, maar ook nog een zeer gesloten wereld is geworden met te weinig kansen voor doorstroming. Onder punt 6 van de nota worden de kansen voor het landschap opgelijst. Gezien de hoogconjunctuur binnen muziektheater in het algemeen zijn die mogelijkheden evident. De groei van muziektheater in Vlaanderen is uniek in Europa. Er worden steeds meer muziektheatervoorstellingen geproduceerd binnen andere sectoren, zowel vanuit theatergezelschappen als muziekensembles. De specifieke muziektheaterorganisaties zijn zeer productief, ook al zijn de middelen voor subsidiëring niet toereikend. Meer investeringsruimte zou de kansen versterken die er zijn door de aanwezige kwaliteit. Muziektheater is een genre dat in ontwikkeling is, ook internationaal. De commissie ziet ook voor musical groeimogelijkheden en kansen om in dezelfde positieve stroom te komen. Door de soepele werkomstandigheden die gekoppeld zijn aan een stevige sociale zekerheidsstructuur, heeft Vlaanderen een absolute troef in handen in vergelijking met bijvoorbeeld het Anglo-Saxische model dat gedomineerd wordt door de stugge politiek van gespecialiseerde vakbonden en een gebrekkige sociale wetgeving. Internationale producenten en creatives kunnen met die troef in handen aangetrokken worden om musicals in Vlaanderen voor het eerst op de plank te brengen. De Vlaamse musical scene biedt tal van mogelijkheden. Lagere loonkosten, goede faciliteiten in kleinere theaters, een pool van perfect Engels sprekende artiesten enzovoort. De Vlaamse golf van de jaren 80 heeft voor grote vernieuwing gezorgd binnen de Vlaamse podiumkunsten. De jonge kunstenaars van toen vormen de kern van het landschap vandaag. Vanuit artistiek experiment is iets nieuws gecreëerd en een eigen taal ontwikkeld. Kunstenaars van die generatie, maar meer recent ook een choreograaf als Sidi Larbi Cherkaoui, zijn internationaal doorgebroken en hebben de kwaliteitsreputatie van podiumkunsten uit Vlaanderen gevestigd. Ook binnen musical is er ruimte voor deze vernieuwing en op lange termijn is het essentieel dat er diversificatie bij de creatives komt. Subsidies moeten een context scheppen voor vernieuwende musical, gecreëerd door regisseurs en vormgevers die zich op een hedendaagse manier verhouden tot dat genre. De commissie pleit daarbij eerder voor nieuwe interpretaties van musical in plaats van het overnemen van bestaande formats. De commissie stelt vast dat binnen de podiumkunst in het algemeen kruisbestuiving de toekomst is. Musical volgt daarin niet. De kruisbestuiving die we vanuit muziek, theater en dans zien, kan nogthans veel betekenen voor musical. Het openbreken van het team van creatives is belangrijk voor de ontwikkeling van het genre. In Nederland zien we bijvoorbeeld dat vooraanstaande theaterregisseurs als Ivo van Hoven of Teun Boermans wel gevraagd worden om met hun team musical te regisseren. Op die manier kan musical een eigen taal ontwikkelen en aansluiting vinden bij de vernieuwing die de andere genres binnen de podiumkunsten typeren. De ruime belangstelling voor hedendaagse podiumkunsten in Vlaanderen bewijst dat er een groot publiek is voor moeilijker werk. Vandaag richt musical zich zeer eenzijdig naar een zo groot mogelijk publiek door in de communicatie en promotie vooral in te zetten op populariteit. Bekende namen uit de televisiewereld worden uitgespeeld. Brede toegankelijkheid wordt benadrukt door vooral te mikken op spektakel of op adaptatie van bekende titels. Risico's om te investeren in meer avontuurlijk repertoire zijn zeldzaam of een creatie als Ben X wordt tijdig van de affiche gehaald. Het doelpubliek dat bijvoorbeeld naar toonaangevende muziektheatergezelschappen als Lot of Transparant gaat, warm maken voor musical, zou verbreding van het publiek kunnen betekenen.
Het is belangrijk dat men de vrije markt zijn werk laat doen. Als die producenten kiezen voor commerciële titels en grootschalige musicals en spektakels, dan biedt dat juist ruimte aan gesubsidieerde musicalorganisaties om dat soort producties niet op het programma te nemen. De gesubsidieerde context dient om nieuwe creatieve producties kans te geven. Met de komst van Judas Theaterproducties is kleinschalige musical weliswaar goed ingevuld in Vlaanderen, maar het wegvallen van de structurele ondersteuning van musical in Vlaanderen creëerde een leemte voor grootschalige, niet puur commerciële musical in het landschap. De commissie betreurt dat grotere projecten niet meer geproduceerd kunnen worden. Het is zeker vanuit het oogpunt van tewerkstelling een noodzaak dat grootschalige musical ook aanwezig blijft in het landschap. Die leemte moet ingevuld worden door een artistiek volwaardige organisatie. Mocht Judas Theaterproducties de ambities hebben om grootschalig te worden, dan is doorgroei een volgende stap, maar dat impliceert wel een aangepaste werking en een aangepast beleidsplan gekoppeld aan een interessante artistieke visie. Tijdens een eerdere hoorzitting voor de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement op 4 januari 2006 werd een geïntegreerde werking van musical binnen de Vlaamse opera naar voren geschoven. Met die aanbeveling is niets concreets gebeurd. Ook niet toen onlangs de Vlaamse gemeenschap overgegaan is tot een ingrijpende wijziging in het podiumkunstenlandschap door de Vlaamse opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen onder één gemeenschappelijke koepel te plaatsen, het Kunsthuis. Er zijn veel argumenten te bedenken waarom er daarbinnen ook ruimte zou kunnen zijn voor een musicalorganisatie die zich toelegt op grootschalige artistieke producties als derde pijler. Musical heeft een voor de hand liggende band met de operageschiedenis, heeft een internationale uitstraling, een groot publieksbereik en infrastructurele en productionele noden die quasi vergelijkbaar zijn met die van een operahuis. Een voorbeeld daarvan is de opera van Gothenburg, die één grote musical per seizoen brengt, die zorgt voor bijkomende werkgelegenheid, een bredere naamsbekendheid en een grote aantrekkingskracht naar alle lagen van de bevolking. De Boordingscommissie is van oordeel dat er nood is aan een organisatie die artistiek en logistiek de plaats inneemt van de vroegere musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Dat kan door een bestaande structurele gesubsidieerde organisatie te laten doorgroeien, dan wel door ruimte te creëren voor een nieuwe speler als producent voor grootschalige musical. In beide gevallen is een goed onderbouwd dossier een bindende voorwaarde. Daarnaast is er nood aan een werkplaats voor kleinschalige musical, zoals die bestaat met het M-Lab in Nederland. Binnen een dergelijke structuur kan gewerkt worden aan creatie, aan nieuwe lezingen van bestaand repertoire en aan de ontwikkeling van nieuw uitvoerend en creatief talent op het vlak van regie, choreografie, compositie, decor en kostuumontwerp. Een dergelijke organisatie moet een nieuw elan geven aan muziektheater en musical daarbinnen. Het zou ingekapseld kunnen worden binnen de werking van een bestaand muziektheatergezelschap, maar toch een zekere autonomie moeten hebben om die doelstellingen waar te kunnen maken. Het zou ook aanbieder kunnen zijn van residenties, bijvoorbeeld voor jonge initiatieven die via projectsubsidies musical of muziektheater willen onderzoeken. Binnen het budget voor de projectsubsidies zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies voor musical. Het is belangrijk om een klimaat te creëren waarbinnen nieuwe makers de stap zetten om daar gebruik van te maken. Een mentaliteitsverandering is daarbij noodzakelijk, omdat de perceptie nu blijkbaar zo is dat musical alleen grootschalig is en dus niet haalbaar voor jonge makers. Een grootschalige musical opzetten met projectsubsidie kan een verrijking van het landschap bieden, maar het aanwenden van de subsidies moet dan wel transparant zijn. De subsidies moeten in de eerste plaats naar de creatie en naar de artiesten gaan. Het kan ook niet de bedoeling zijn volledige kloonproducties te importeren en te financieren met subsidiegeld. Zoals al eerder aangehaald is de behoefte aan een rijker geschakeerd musicallandschap. Een gesubsidieerde musicalorganisatie moet meer dan nu kansen geven aan jonge theatermakers, tekstschrijvers, componisten, regisseurs, choreografen, dramaturgen, om ervaring op te bouwen met het genre musical. Een internationale dimensie is eveneens een ambitie die ingeschreven moet worden. Eigen producties uit Vlaanderen moeten de kwaliteitsvergelijking met het buitenland aangaan, net zoals dat het geval is voor het muziektheater in het algemeen. Er liggen nog kansen open voor co-producties en netwerking met organisaties in binnen- en buitenland. De
commissie sluit niet uit dat er omwille van materiële beperkingen en de beperkte rendabiliteit van een kleine theaterzaal co-producties aangegaan worden met grote theaterzalen. Conditio sine qua non is dat er heldere afspraken rond co-producties zijn. Grote met subsidies geproduceerde musicals zijn mogelijk, maar het moet duidelijk zijn dat de subsidies naar de creatie van de musical zelf gaan. De Boordingscommissie is ervan overtuigd dat dergelijk artistiek plan in samenwerking met een co-producent of zaalpromotor wel degelijk kansen kan krijgen. Als grootste bedreiging voor het landschap, dat is punt 7 van de nota, ziet de Boordingscommissie het hypothekeren van de huidige dynamiek en groei van het muziektheater met twee grote sterke spelers en een aantal interessante gezelschappen, door de huidige stagnering van subsidies enerzijds en door het wegvallen van de schotten tussen de verschillende disciplines in het nieuwe kunstendecreet anderzijds, waardoor een relatief jong genre als muziektheater kwetsbaar wordt tegenover de klassieke disciplines muziek, theater en dans. Wat betreft musical zijn de bedreigingen zeer concreet. Ten eerste wat betreft het subsidievolume. Sinds het stopzetten van de meerjarige subsidies aan Musical in Vlaanderen gaan er opnieuw minder middelen naar musical. Die meer dan 2 miljoen euro zijn versnipperd geraakt bij de beslissing over de meerjarige ronde 2013-2016. Ten tweede is de musicalwereld de laatste tijd op een negatieve manier in de pers gekomen wegens de stiefmoederlijke behandeling van de kunstenaars. Ook het theatertijdschrift Recto Verso maakt in een recent gepubliceerde reeks onderzoeksartikelen over musical in Vlaanderen melding van een aantal wantoestanden binnen de sector, zoals bijvoorbeeld het verplicht afstand doen van alle secundaire rechten in contracten. Dat is niet wettelijk en een gesubsidieerde structuur is dan ook verplicht tot transparantie over auteursrechten. Ten derde kunnen er vragen gesteld worden bij de productiekosten van musicals. De toegekende subsidiebedragen voor de meerjarige werking van de twee grote muziektheaterorganisaties, Transparant en Lot, zijn van dezelfde grootorde, iets meer dan 1 miljoen euro, als die van één enkele productie bij Musical in Vlaanderen, terwijl die gezelschappen per seizoen meerdere grootschalige producties opzetten die qua omvang de concurrentie met de musicals die gemaakt worden makkelijk aankunnen. Er worden door de bonuscommissie vragen gesteld bij die wanverhouding, met name betrekking tot de overheadkosten die doorgerekend worden door derden. In het geval van Musical van Vlaanderen was dat vooral Music Hall. Ten slotte wordt er onder punt 8 ook ingegaan op de problematiek rond opleiding. De musicalopleiding die Vlaamse studenten afleveren, en die zijn in Brussel, Tilburg en Rotterdam, die zijn goed onderbouwd en bieden kwalitatieve ondersteuning naar het beroepsveld, zowel in binnen- als buitenland. Het is van essentieel belang dat afgestudeerden een degelijke tewerkstelling krijgen in het musical- of theaterlandschap. En dat brengt ons bij punt 9, de conclusies van deze nota. De commissie gelooft dat er een toekomst is voor kwaliteitsvolle musical in Vlaanderen. Er is belangstelling voor het genre, er is een groot potentieel publiek aanwezig en er is vooral voldoende artistiek talent om dit genre uit te bouwen op het niveau van het muziektheater of andere vormen van podiumkunsten. Momenteel is musical met slechts één structureel erkend klein gezelschap, Judas Theaterproducties, ondervertegenwoordigd binnen de landschapstekening in Vlaanderen. Met name de productie van artistiek volwaardige, grootschalige musicals is problematisch. Het bedrag van 2,45 miljoen aan structurele subsidie voor musical is grotendeels weggevallen. Die leemte zorgt voor een onderaanbod aan musical en is nefast voor de tewerkstelling. Ook doorstroming vanuit de kwalitatief hoogstaande opleidingen wordt hierdoor niet evident. Vrije producenten op de markt kiezen vooral voor spektakelmusicals, commerciële sprookjesmusicals of zogenaamde kloonproducties waarbij het artistieke ondergeschikt is. Ook in die producties blijft de tewerkstelling van eigen musicaltalent beperkt. Productie van grootschalige en artistiek hoogstaande musical op een structurele basis is in een klein afzetgebied als Vlaanderen zonder subsidies bijna onmogelijk. Als de Vlaamse overheid de noodzaak aan dergelijke musical onderschrijft, is er nood aan een nieuwe en transparante structuur waarbinnen dat soort musical geproduceerd kan worden. De Boordingscommissie ziet daarbij drie mogelijkheden die verder onderzocht moeten worden. Ten eerste het creëren van een derde pijler voor musical binnen de nieuwe structuur van het kunsthuis en het integreren van die autonome musicalorganisaties naast die van de Opera van Vlaanderen en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.
Ten tweede, het organisch laten doorgroeien van de structureel erkende musicalorganisatie Judas Theaterproducties. Voorwaarde daarbij is dat er op basis van een grondig uitgewerkt beleidsplan duidelijk zicht is op de artistieke en zakelijke plannen die een eventuele groei van die organisatie legitimeren. Ten derde, het creëren van ruimte voor een volledig nieuwe musicalorganisatie die zich toelegt op de productie van grootschalige en artistiek hoogstaande musical en die oog heeft voor de ontwikkeling van het genre in Vlaanderen. Een belangrijke principiële kanttekening van de woordingscommissie ter afronding is wel dat de noodzakelijke impuls voor musical niet ten koste kan gaan van de budgetten die nu beschikbaar zijn voor de erkende muziektheatergezelschappen. In vergelijking met sectoren als theater en muziek zijn de middelen die nu naar muziektheater gaan nog eerder beperkt en volgen ze nog onvoldoende de dynamiek die het genre de voorbije jaren heeft ontwikkeld. Dank u wel. Dank u wel, meneer Malms. We gaan meteen over naar Herman Baten, alstublieft. Ik wil even onze ideeën die wij van de SARC geformuleerd hebben naar voren brengen. We vonden het toch belangrijk van dat te komen doen om verschillende redenen om ja, natuurlijk te zeggen van als SARC hebben we die nota gekregen en grondig bekeken. Maar ook als standpunt en op die conclusies gaan we dan ook verder in. Ik wil als eerste zeggen dat wij het heel erg waarderen wat de beoordelingscommissie muziektheater geschreven heeft. Hieruit blijkt nog eens duidelijk dat hoeveel mensen dat daar op zeer korte tijd, ik weet niet welke inspanning gedaan hebben. En als je dat morgen aan een professioneel bureau moet geven, dan ben je een veelvoud van geld kwijt. En ik ben lang niet zeker of het deze kwaliteit zou houden. Wat toch weer eens wil zeggen dat we in Vlaanderen toch een heel wat mensen hebben die een pak van hun tijd steken om kwaliteit binnen de sector te houden. En dat appreciëren wij ten zeerste. Wij hebben een tijdje gediscussieerd als groep, als beoordeling, als strategisch adviesraad over de plaats van de musical. Het voornaamste wat wij vinden is dat wij vragen dat men de decreten respecteert. Dat men niet out of the blue ineens weer een organisatie gaat neerzetten die daar komt en die ineens een pak geld krijgt. Men moet er zich van bewust zijn dat als men musical, een grootschalige musical, wil laten functioneren en wil laten werken naar kwaliteit, dat men minstens het geld van de opera nodig heeft als men dat voltijds wil doen. Ook rekening houden met het feit dat er een andere manier van aanpak is van zowel de muzikanten als van de zangers. Daar zijn natuurlijk oplossingen voor te vinden. Men zou dat kunnen, maar wij zeggen, respecteer de decreten, laat iedereen groeien waar kan, volgens de normen die er zijn. En maak daar geen vehikel naast waar we straks misschien die we nog niet meer kunnen beheersen. Dus zouden we in geen enkel geval willen voorstellen. Trouwens ook, de drie conclusies die door de beoordelingscommissie gemaakt zijn, vinden we goed, maar we staan eigenlijk achter geen een van de drie conclusies. Zelfs niet aan de conclusie over Judas-productie, die we wel vinden als zij vanuit zichzelf groeien en groter worden, dat dat geen probleem is. Maar houd er ook rekening mee dat de sterkte van Judas-producties op dit moment juist is dat ze vanuit die kleinschaligheid heel sterk met die musical bezig zijn. En als ze besluiten in de komende jaren van toch iets groter te gaan werken, dat is geen probleem. Maar laat ze niet een droomkasteel maken zodanig dat ze straks bij wijze van spreken naast hun schoenen gaan lopen en dat het product waar ze nu mee bezig zijn daardoor onder gaat lijden. Daar moeten we wel mee opletten. En dus dan ook het eerste voorstel om het kunstenhuis een poot daar langs te zetten. Hou daar rekening mee dat dat ook massa's geld kost en dat je weer met een structuur zit en zo verder meer die toch wel het een en ander vraagt. Wat wij wel vinden is dat er inderdaad op dit moment een goede opleiding is en dat die acteurs ook een plaats moeten krijgen. Maar wat houdt mensen tegen om te beginnen en om nieuwe structuren te ontwikkelen waardoor ze dus aanvragen doen in de toekomst? En daar onderschrijven wij natuurlijk ook helemaal de conclusie, het allerlaatste stukje van de beoordelingscommissie.
Dit zou dan toch niet ten koste van het muziektheater mogen zijn dat er nu bestaat, want ook daar moeten we zeggen dat naast de opera de twee grote muziektheaters bijzonder goed en bijzonder knap werk doen artistiek. En dat mag ook, dat straalt zich internationaal uit. Dus ik vind wel dat we daar ook rekening mee moeten houden. Dat is zo ongeveer onze conclusie als aanvulling op de nota hier. Dank u wel, meneer Baten. We gaan een vragenronde doen. Ik stel voor dat we dat per rondje doen, één of twee rondes, dat u de vragen wat noteert en bijhoudt. En wellicht zullen er ook wel verwantschappen zijn tussen vragen, zodat u globaal kan antwoorden. Wie vraagt het woord, collega's? Mag ik zo doen? Van links naar rechts? Een tweede rondje van rechts naar links. Meneer Delva, u was de eerste, ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Bedankt ook aan de twee sprekers. Ik denk dat het een heel interessante en uitvoerige nota was over de toekomst van het muziektheater in Vlaanderen. Dank voor de uiteenzetting ervan ook. En ook aan meneer Baten voor zijn beknopte, maar heel duidelijke stellingname, die zeker voer voor debat zal zijn deze vergadering. Ik ga het minder hebben over muziektheater dan over musical. Ik denk dat we op vlak van muziektheater in Vlaanderen een paar hele sterke spelers hebben. Ik denk een punt wat vandaag iets minder aan bod gekomen is rond dat muziektheater, wat ik wel belangrijk vind, is dat die spelers die internationaal worden gewaardeerd en die eigenlijk overal in Europa en ook buiten Europa gevraagd worden, dat er voldoende presentatieplekken voor hen zouden zijn, ook binnen Vlaanderen en Brussel. Ik denk dat dat een aandachtspunt is dat we zeker niet mogen verliezen. Dan wat de musicals betreft. In de nota worden drie pistes naar voren geschoven. En meneer Baten zegt, ja, geen van de drie is voor mij de ideale oplossing. Ik had zelf, toen ik de hele nota doornam, zat ik eigenlijk nog aan twee andere elementen te denken. En die zijn de volgende. Voor eerst, wat mij opviel bij het doornemen van de nota was het hoofdstukje waarbij gezegd wordt dat er een gebrek is aan subsidieaanvragen in zaken musicals. En ik link dat aan de opmerking van meneer Baten. Laat groeien wat er is, respecteer het decreet. Respecteer het decreet, dat is iets wat wij al jaren vragen. Maar dan is de vraag, het decreet respecteren en tegelijkertijd zien dat er weinig subsidieaanvragen zijn. En de subsidieaanvragen die er wel zijn, die kunnen niet worden gehonoreerd omdat er een gebrek is aan kwaliteit, staat in de nota. Dan zitten we met een moeilijkheid. Dan zitten we met een gigantische moeilijkheid. En vandaar ook, denk ik, dat die drie pistes naar voren worden geschoven op het einde van de nota. Maar dan is mijn vraag, hoe komt het eigenlijk, en ik zat daar graag wat meer info over gekregen, dat er zo weinig subsidieaanvragen zijn in zaken musical. Het wordt kort aangehaald in de nota. In de uiteenzetting werd het ook kort aangehaald. Maar de meest logische manier van werken zou natuurlijk zijn dat we het decreet zijn werk laten doen. En dat op die natuurlijke, spontane manier, dat er meer plaats zou zijn voor hoogstaande musicals, kleinschalig of grootschalig, binnen het Vlaamse en het Brusselse landschap. Maar daar, ik had eigenlijk graag wat meer informatie gehad over dat puntje 5.2.5, gebrek aan subsidieaanvragen. Heeft het te maken louter met een gebrek aan kwaliteit? Want dat is wel een belangrijke uitspraak, hè? Wat dat wil zeggen, dat het moeilijk wordt om zomaar iets fundamenteel te gaan neerpoten binnen het kunsthuis of naast het kunsthuis. Ja, een eerste voorwaarde om iets te subsidiëren is natuurlijk hoogstaande kwaliteit. Dus hoe heeft dat te maken met de opleidingen die niet helemaal aansluiten bij datgene wat verwacht wordt? Vandaar. En dan een tweede element in verband met de nota. En ook eventueel een tweede bijkomende piste om musical in Vlaanderen wat te helpen vooruitgaan. Dat is het kunsthuis. Het kunsthuis, ik denk dat de statuten daarvan vermelden vandaag, dat ze zich kunnen bezighouden met muziektheater in eender welke vorm. In eender welke vorm. Dus het kunsthuis zou vandaag musical op zich kunnen nemen. Maar dan zie ik in de drie pistes die naar voren worden geschoven, dat er altijd sprake is van een derde pijler, een derde belangrijke pijler naast de twee bestaande, theater, opera en ballet.
En zoals meneer Baten zegt, ja, dat heeft gigantische financiële implicaties, organisatorische implicaties. Maar mijn vraag is heel eenvoudig. Zouden we niet kunnen denken aan een kunsthuis dat op een of andere manier, maar dan vooral binnen de twee bestaande pijlers, opera en ballet, aandacht zou kunnen besteden aan muziektheater in andere vormen? En dan heb ik het zeer ruim. Ik heb het over musical. À la limite zou ik het over operette kunnen hebben, maar ik hou het bij musical hier, om daar een aanzet aan te geven. Een aanzet aan te geven. Zonder dat we onmiddellijk vervallen in een monolithisch groot blok dat we daar incorporeert in dat kunsthuis. Ik denk dat er in het kunsthuis vandaag heel veel talent aanwezig is. En de vraag is of we niet iets flexibeler kunnen omgaan met datgene wat we vandaag al hebben in dat kunsthuis, om te proberen om op die manier via het kunsthuis eventueel wat aanzetten te geven naar musical toe, zonder onmiddellijk een groot nieuw verhaal op te zetten. Dus heel kort samengevat, die drie pistes die in de nota liggen, zijn zeker het bestuderen waard, maar ik zou eigenlijk twee bijkomende pistes willen lanceren. Dat is enerzijds grondig bekijken en eventueel daar ook werk aan wijden om te checken hoe het komt dat het decreet zijn rol niet kan spelen op het vlak van musicals, omdat er te weinig subsidieaanvragen zijn en blijkbaar ook te weinig kwalitatieve subsidieaanvragen enerzijds. En anderzijds of dat we niet zouden kunnen denken aan een kunsthuis dat iets wat anders zou kunnen functioneren met meer aandacht richting musical, zonder dat we daarom een belangrijke, grote, monolithische derde pijler moeten incorporeren in dat kunsthuis. Ja, dank u wel. Mevrouw Wiedrich. Meneer de voorzitter, ik moet dringend weglopen, dus ik ga deze ronde afslaan, maar ik hoop bij de tweede ronde te kunnen aansluiten. Excuus. Ja, meneer de voorzitter, ik ben eigenlijk een beetje de zeur van dienst, omdat ik Op aangedrongen dank voor de collega's om toch jullie te horen, om toch een idee te hebben van hoe het verder moet met musical in Vlaanderen. Ik stel ook vast dat een aantal collega's hier zijn, een aantal collega's zijn hier niet, die nogthans het woord hebben gevoerd in de plenaire vergadering over musicals, die ik hier vandaag niet aanwezig. Ik geef dat gewoon maar mee als bedenking. Voilà, dit geheel terzijde. Ik hou wel van musical. Ik heb mijn jeugdtrauma, was een fout van Julie Andrews, daarover afgelegd. Maar in elk geval, u zegt... Is niet waar, niet waar. Onlangs nog in de krant gestaan, volledig. Ja, ja, ja. Maar je hebt over de acteurs of acteurs, hè. De acteurs in de familie. Ah, u zegt de echte familie. Ja, goed, dit geheel terzijde. In elk geval... Die nota was zeer interessant, is zeer interessant, dank u wel. Wat mij opvalt, heel duidelijk waar jullie de pijnpunten leggen, ook die van het verleden. Dus in de nota komt naar voren dat de vroegere beslissing om dus musical van Vlaanderen weg te halen uit ballet van Vlaanderen, eigenlijk wordt aanzien als een vergissing. Ik lees ook in deze nota dat bepaalde beleidsbeslissingen die genomen zijn, op subsidies toegekend zijn, dat jullie daar ook bedenkingen bij hebben, dan drukt men toch nog wat voorzichtig uit, vind ik ook. Nu, ik denk dat wat we ook kunnen constateren, op dit ogenblik er eigenlijk geen toekomstvisie op tafel ligt voor musical in Vlaanderen. Dat kan ik daar ook uit afleiden. Wat moeten we doen? Ik heb dat ook altijd gezegd. Is het de bedoeling om, hoe zal ik zeggen, politiek te zeggen, dat was fout en geen. Je kan dat zeggen, maar we moeten vooruit natuurlijk. En ik was heel blij om te lezen dat jullie wel degelijk zeggen dat er heel veel talent in Vlaanderen aanwezig is. Dat er potentieel is. Alleen wordt dat potentieel in het ogenblik te weinig aangeboord. Waar ik ook lees bij jullie, en dat is mijn vraag... Specifiek naar jullie, het valt nu onder muziektheater. Is het niet nodig als wij gaan naar subsidiëring? Want ik blijf natuurlijk voorstander van subsidiëring van musical. Ja, ook van muziektheater, maar ik scheid die nu een beetje van elkaar. Dat ik vind dat, of dat is mijn vraag naar jullie, dat het kleinschalige musical, ja, die te weinig aan bod komt nu in Vlaanderen, waar Nederland een veel grotere traditie in bestaat, dat we inderdaad moeten blijven ondersteunen, daar ben ik van overtuigd, dat je zegt van, daar moeten we blijvend ondersteunen. Langs de kant vind ik ook wel dat grote musicalproducties,
grote privémaatschappij, als ik het zo mag zeggen, binnen en buitenland, vind ik kunnen volgens, en vind ik dat in de toekomst ook kunnen genieten van een subsidiering. Maar natuurlijk, dan moet het wel gaan, en dat vinden wij belangrijk, dat ze eerst en vooral talent van eigen bodem gebruiken. Dat we het talent ook aanboren naar de werkstelling. Ten tweede, dat het ook niet gaat over copycat-producties. Ik ga misschien een voorbeeld geven waarbij bijvoorbeeld, als je het hebt over Sneeuwwitje, een hele lading Britse kabouters wordt overgevlogen naar Vlaanderen. Dat je op zoek gaat naar een cast die hier wel degelijk aanwezig is en die dat ook kan doen. Dat je ook qua kwaliteit artistiek een aantal criteria kan opleggen. Maar ik denk dat we daar misschien eventueel moeten evolueren naar twee poten. Waarin je zegt van kijk, als een grote commerciële actor. Want ik zal zeggen van kijk, ik ga nu een musical maken die we niet echt kunnen catalogeren als werkelijk, ik ga de slechte term gebruiken, sprookjesmusical, als ik het zo mag zeggen. Maar die werkelijk zegt van ik wil iets doen, ik wil iets proberen, ik gebruik talent van eigen bodem, dat we kunnen zeggen van kijk, indien de overheid de stimulans moet geven om daar die productie te maken, wat niet wegneemt, indien het dan ook een groot commercieel succes zou worden, dat de overheid kan zeggen, dit was een stimulans dat je voor een stuk ook kan recupereren. Daar ben ik ook rauwig om of vies om of wat dan ook. Maar, ik denk, en dan denk ik ook dat daardoor ook die kleinere producties kunnen gedijen. En ik denk dat dat eventueel, maar ik zou graag uw oordeel daarover horen, of uw idee daarover horen, of dat mogelijk is of niet. De drie opties die jullie hebben aangehaald, namelijk, ik denk, gezien, en u gaat van mij vaak, of van ons vaak horen, de budgettaire toestand van het Vlaamse land en de overheidsfinanciën sowieso, denk ik dat het Ballet van Vlaanderen en opera zijn nu gelanceerd, vind ik, voor een stuk. Zijn goed op weg, zijn goed bezig. Indien dat gaat eventueel bezwaren met een poot die dan ook nog financieel, zoals meneer zegt, ook zijn inslag gaat hebben, dat lijkt me nogal risicovol. Ten tweede, om een gloednieuwe organisatie uit de grond te stampen, daar vrees ik. We kunnen dat allemaal hopen, we kunnen het overwegen, maar of het mogelijk is, budgetair is het laatste. En daarom denk ik ook dat je moet gewoon als overheid het spel moet, je kan het niet volledig in handen nemen, maar je moet wel reguleren en het spel bepaalde richting proberen uit te sturen. Ik denk dat dat de rol is van de overheid. Waarbij we zeggen, inderdaad, die kleinschalige musical moeten we blijven ondersteunen. Langs de andere kant, indien de overheid er kan in slagen om grote privémaatschappijen, indien zij inderdaad zeggen van kijk, we gaan nu gaan voor een meer, laat mij zo noemen, risicovolle productie, maar die artistiek kwaliteitsvol is, dat we dat ook mee proberen te ondersteunen, maar daarin de criteria schrijven, zoals andere landen doen, maar waar men duidelijk zegt van je moet, dat is dan een aantal punten sommige landen, van scenario schrijver, productie, cast, regisseur en ga zo maar door. Is dat een mogelijkheid dat jullie daarin zien zitten? In elk geval, wat ik zeker en vast meeneem, dat is dat er wie ook de nieuwe lichting zal zijn van de Vlaamse regering en wie ook de nieuwe minister van Cultuur zal zijn, dat er alleszins zeer dringend een dialoog nodig is met alle actoren om te komen tot een gedegen toekomstvisie, een duurzame toekomstvisie voor Vlaamse musical. Ik denk dat dat echt wel broodnodig is. Wat ik ook meeneem, dat is dat inderdaad er moeten voor waken dat ons talentvol of ons succesvol muziektheater, zoals u komt te vertellen, dat we dat inderdaad ook niet gaan hypothekeren door de anderen. Daar ben ik ook wel gevoelig voor. Dank u. Dank u wel, collega. Meneer Van Rompuy, alsjeblieft. Ja, ik heb de nota doorgenomen. Ik heb ook een deel van de uiteenzetting gehoord. Ik denk dat de bedoeling was van deze commissie van ons niet vast te pinnen op concrete dossiers, maar een beetje te kijken naar de toekomst van het musicallandschap in Vlaanderen. En u spreekt in uw slotconclusies, daar zijn drie mogelijkheden en ik ga er zelf iets meer over zeggen. Maar wat ik betreur, dat is dat in deze nota
komaf wordt gemaakt met de musical van Vlaanderen. Men spreekt over wantoestanden. Men zegt ook overdreven commercialisering enzovoort. Goed, die nota is gemaakt door die beoordelingscommissie. Goed, ik ga daar niet dieper op ingaan. Ik ben zelf lid geweest, dat weet u ook, van de VZW Musical van Vlaanderen. Ik heb daar ter goede trouw 3 jaar in gefunctioneerd. Wij hebben toch een aantal producties gedaan, 9 in totaal. En ja, de musical in Vlaanderen opnieuw een elan gegeven. Ook veel nieuw talent, ook nieuwe regisseurs. Daar zijn natuurlijk problemen geweest, maar een organisatie die 3 jaar bestaat en die moet van niks vertrekken, heeft natuurlijk steun nodig van expertise en vandaar die band met Musical van Vlaanderen, met de Music Hall. Maar ik ga daar niet dieper op ingaan, ik denk dat dat het verleden is. Maar wat aan mij verwondert, heren, dat is dat in deze nota, wij hebben enkele weken geleden, enkele maanden geleden, de banden met het Audi Musical van Vlaanderen verbroken. Er is een nieuwe raad van bestuur ingevoerd, een nieuwe artistieke en zakelijke leiding. We hebben ook dat verbreed, dat musical ook naar meer theater. We hebben Karel van den Broek aangetrokken om daar ook een niche te vinden, om ja, die structuur wat te activeren. Vooraleer dat wij kennis hebben van de definitieve adviezen, en die moeten door de minister worden geavaleerd, wordt hier eigenlijk gezegd in de nota dat u geen enkel vertrouwen hebt in het nieuwe constructie van theaterpubliek. Die organisatie is vernieuwd en wordt afgerekend op het verleden van Musical van Vlaanderen. Dus wij vinden dat dit theaterpubliek geen eerlijke kans krijgt en eigenlijk die nota is eigenlijk een probleem. U zegt dat u geen enkel vertrouwen hebt in theaterpubliek. Die zijn niet in staat, weinig vertrouwen in theaterpubliek om een artistieke visie te ontwikkelen. Ja. U zegt dat hier in de nota, terwijl de procedure in verband met de structurele subsidies en de toekenning daarvan nog niet is afgerond. Dus u zegt eigenlijk nu al dat u daar geen enkel vertrouwen in hebt waar dat de adviescommissie, denk ik, aan de minister een oordeel moet geven, maar dat wordt al op voorhand veroordeeld. Ik betreur dat. Ik denk dat gezien de negatieve ervaring met Musical van Vlaanderen als structureel erkend gezelschap en het zwakke dossier waarmee deze organisatie zich onder de noemnaam Theater Publiek recent opwierp als alternatief, beschouwt de oordelingscommissie deze organisatie niet als een valabele kandidaat om de leemte op te vullen op het vlak van de grootschalige muziek op dit moment in te vullen. Waarom moet de minister dan nog een beslissing nemen? Dus u kampt dat hier af, u zet dat hier in een nota, dat komt naar het parlement. De bedoeling was van een beetje een, ja, een al, en ik ben het eens, hè. Ik denk de 3 jaar ervaring met Musical van Vlaanderen heeft de zwaktes van het muzieklandschap, ook de structuur, de organisatie. Men is gestart met een verwevenheid voor een stuk met Music Hall, maar dat was ook onvermijdelijk in die VZW-structuur die we hadden. Daar moest beroep gedaan worden op expertise. Je moet theaters hebben, je moet ticketverkoop hebben, je moet de contacten ook in heel die wereld hebben om te kunnen rechten kopen. Dus ik moet het u allemaal niet uitleggen hoe dat zo'n opstart, dat bijzonder moeilijk is. Daar zijn daar ook mankementen. Ik spreek niet van wantoestanden, ik zou zeggen mankementen geweest. Maar nu, die omvorming naar theaterpubliek, waar dat wij geprobeerd hebben van die zakelijke banden te doorprikken, waar we ook als zakelijk artistiek leider Stanny Krets hebben aangeduid, die blijkbaar niet goed in de markt ligt bij de beoordelingscommissie. Je wordt daar afgemaakt al op voorhand. Als je ziet wat men over assenpoester schrijft enzovoort. Ik vind dus die nota totaal niet objectief. Ik had gedacht dat hier een soort van visie zou ontwikkeld worden. En die is er ook, want ik kan aannemen in die 3 creëren van een derde pijler, het organisatie laten doorgroeien van Judas Producties, het creëren van ruimte voor een volledig nieuwe musical organisatie. Dat zijn dingen, ik denk, de ervaring die we gehad hebben met Musical van Vlaanderen heeft ons een aantal dingen geleerd en moeten daar ook conclusies durven uittrekken. Maar voorzitter, ik vind die totaal prematuur en niet beantwoordend aan wat de bedoeling van deze hoorzitting was. Trouwens, de mensen zelf worden niet gehoord.
Die worden hier gewoon afgemaakt door een publieke beoordelingscommissie. Ik moet zeggen, ik heb dat zelden of nooit meegemaakt. Ik ben niet vertrouwd met heel de subsidiëring in de culturele sector enzovoort. Dus dat is mijn enig beheersmandaat dat ik in mijn leven gehad heb. Buiten schepen en parlementslid, dat is in die VZ2 musical van Vlaanderen. Dus ik heb daar geen enkel persoonlijk belang bij. Maar ik heb wel kunnen ondervinden in die 3 jaar de moeilijkheidsgraad om in Vlaanderen... Musical is niet leefbaar in Vlaanderen. Die moet met overheidssubsidies werken. En toch worden daar eisen gesteld, omdat natuurlijk het produceren van een musical, wat dan ook, is een kostbare zaak. Dus men moet voor een stuk ook eigen inkomsten hebben, in de markt gaan. Dat moet voor een stuk ook gecommercialiseerd worden. En ik betreur bijvoorbeeld Ben X dat men zegt, ja, moedwillig gebrek aan promotie. Ja, als er één musical geweest is die gepromoveerd is, waar zelfs een contract gemaakt is met de VRT, die voortdurend naar voren gebracht is. Maar in Vlaanderen is natuurlijk Ben X geen kaskraker gelijk een Oliver of nu Studio 100 met de Olof 1418. En dat zal de moeilijkheid zijn in de volgende jaren, dat je langs de ene kant Judas-producties die dat schitterend doen, die kleinschalig werken, en langs de andere kant de superproducties, dat je daar een tussending moet hebben waar ook ruimte is voor know-how, ruimte is voor experiment, waar we ook vele studenten in onze musicalscholen, die wij ook in ons musical labo elk jaar de kans gaven om te experimenteren, dat er grote paniek is bij deze mensen, omdat als er nu uit deze nieuwe ronde geen enkel structurele subsidie volgt buiten een stukje Judas-producties, ja, dan is dat musical van Vlaanderen, de musical toekomst in Vlaanderen, zeer zwaar gehypothekeerd. En musical van Vlaanderen is opgedoekt. Theaterproductie, na al wat ik lees in die beoordelingscommissie, maken we ons theaterpubliek, maken we ons geen enkele illusie. Hè. Ik moet dat eigenlijk lezen in een nota van die hier in het parlement is voorgezet, want officieel weten wij van niks. Hè. Officieel weten wij van niks. De beoordelingscommissie wil ook geen enkel contact met theaterpubliek. Hè. Dus er is geen mogelijkheid om die negatieve beoordeling, om daarop op te reageren. Mag niet gehoord worden enzovoort. Ik vind dat die beoordelingscommissie, ik vind dat daar ook de objectiviteit is daar ver van te zoeken. En ik behoor niet tot degene die in dat genre in de volgende jaren nog actief zal zijn. Maar op die manier maakt men dingen kapot zonder een alternatief. Ja, dank u wel, meneer Van Rompuy. Ik wil er toch 2 dingen op zeggen. Ten eerste, het is zo'n klein veld dat het natuurlijk onvermijdelijk is als er een nota komt met een SWOT-analyse om ook organisaties te noemen. Hè. Dat is het probleem. Ik kan ze niet wegcijferen. 2, er is gekozen door deze commissie om geen actoren van het terrein te horen, gelet ook op momentum van de procedure en gelet op momentum van de legislatuur. En ten derde, de voorlopige adviezen die uitgebracht zijn, zijn publieke documenten. Dus je kan je opvragen en die kan je ook lezen. Dus op zich worden hier geen dingen gezegd, zeker niet als te refereren naar voorlopige adviezen die van een geheime aard zijn of die een procedure doorkruisen. Als u belt naar de administratie, zal u die documenten probleemloos kunnen krijgen en ook kunnen lezen. Zoals over minister Schouwvliegen in de vorige 4-jarige procedureronde. De documenten ook helemaal vrijgegeven heeft tussenin. De transparantie is overigens ook een principe dat in het vernieuwde kunstendecreet vermeld is. Maar niettemin, ik doe niks af van uw mening. Wat ik u zeg is gewoon, dit is de technische aard. Voor dat zal meneer Malems daar zelf wel op antwoorden. Meneer Verstreken. Dank u wel, meneer de voorzitter. Als liefhebber van het genre wil ik zeggen dat ik gedurende verschillende tientallen jaren heel veel kwalitatieve kleinschalige producties heb gezien en zeer kwalitatiefvolle grootschalige producties. Maar als je natuurlijk zegt grootschalig, dan wordt al snel gekeken van, is het te commercieel? En als ik goed luister, is het advies dat ook wordt gegeven, als het over commerciële zaken gaat, dan behoeven die geen subsidies, of ben ik fout in die redenering? En als het over kleinschalige gaat, artistieke meerwaarde wel.
Dat is natuurlijk altijd een beetje subjectief van hoe ga je zaken gaan beoordelen, maar heb je met allerlei beoordelingscommissies, niet alleen hier in dit genre, ook met andere zaken, soms staan er een aantal zaken ter discussie. Maar in elk geval iedereen dankbaar en we moeten daarin heel eerlijk zijn. Er zijn verschillende spelers die positief overkomen deze dagen, maar ook een aantal anderen die misschien in het verleden in de pers zijn zwart gemaakt, die uiteindelijk musical en muziektheater groot hebben gemaakt in Vlaanderen. Wie het ook is en die een steentje heeft bijgedragen om dat genre bekend te maken bij het publiek en daar hard aan te werken, die zijn we dankbaar. En ik denk dat we samen sterk kunnen zijn om het musical genre en muziektheater te kunnen behouden. Het is natuurlijk leefbaarheid, het is een klein afzetgebied, het is hier een aantal keren aangehaald. Maar een aantal, een van de dingen die ik er nog wil aan wil vragen is ook van, als ik goed heb geluisterd naar u, dan had u het ook over de opleidingen. Wat schort er eventueel aan opleidingen? En dan vooral de overgangsfase van opleiding naar actief in het werkveld gaan. Wat kan daar juist aan verbeteren? Ik heb u ook horen zeggen van, men werkt te veel met vaste waarden. En dat nieuwe mensen te weinig kansen krijgen. En dan is mijn vraag van, ja, op dit moment is het vooral musical gericht. Moet het dan misschien wat aangepast worden, conservatorium, opleiding, iets wat meer richting muziektheater? Wat is jullie idee daarover? Ik denk niet dat ik opnieuw moet herhalen wat een aantal mensen of collega's hier al hebben gezegd ook. En nog eens, ik wil nog eens benadrukken ook wat in het decreet ook staat van de minister, van wat het kunsthuis betreft, dus samenwerking Ballet van Vlaanderen en opera. Daar staat er ook heel duidelijk in dat het kunsthuis muziektheater in alle vormen moet brengen. Dus dan denk ik dat daar wel mogelijkheden zijn nog naar de toekomst toe om daar dingen nog aan te passen. Maar in elk geval, wat we hebben gehoord is goed en kunnen we meenemen ook naar de volgende legislatuur. Dus ik denk dat alle adviezen welkom zijn. Ja. Ik heb zelf ook een aantal vraagjes. En overigens mijn waardering voor de nota, de snelheid waarmee de nota geleverd is. En de kwaliteit, al kan je natuurlijk over zoiets discussiëren. Het gaat niet over cijfers, het gaat over een artistieke waardering. Dat zijn altijd delicate discussies. Mijn vragen, ik ga proberen nog niet meteen een standpunt voor mezelf of te formuleren, maar eerder wat vragen te stellen om nog verduidelijking te krijgen. U hebt meneer Malems op een bepaald moment gezegd dat de piste Cultuur Invest in het kader van musical niet geslaagd is. Kan u daar iets meer over zeggen, wat u daarmee bedoelt? Want Cultuur Invest is natuurlijk wel opgericht om die producties die op dat randvlak van commercieel en cultuur, creatieve economie, balanceren, kansen te geven. Is dat dan een slechte formule? Dat is mijn vraag. Twee, aan allebei de heren misschien. Hebt u enig zicht, ik heb het eerlijk gezegd zelf zeer beperkt, op de buitenlandse situatie. Welk aspect bedoel ik? Ik bedoel het aspect, de mate waarin overheidsmiddelen, subsidies dus, vanuit het cultuurbeleid worden geïnvesteerd en musical en de buurlanden. Ik heb misschien wel het onderscheid tussen iets als Nederland, waar je toch een vergelijkbaar Denemarken, ik weet niet als je daar zicht op hebt, vergelijkbare schaal hebt enerzijds, en anderzijds met de landen die een grote schaal hebben of een musical traditie hebben, zoals in de UK in Londen bijvoorbeeld. Hè. Is, wat kunnen we daar iets uit leren of niet? Dan, u hebt ook in de nota in het kader van de Europese potentialiteit gepleit voor meer investeringsruimte. Op een bepaald moment hebt u ook over de wisselende bedragen die de commissie te besteden of kon toewijzen gehad. Ik zou van u gewoon een helder antwoord willen krijgen op de vraag, pleit u voor een grotere financiële ruimte voor het muziektheater in het algemeen en voor de musical in het bijzonder? Dat is een vraag. En dan de vraag algemeen rond het muziektheater die ik wil stellen. Ik deel de gronden de bekommernis dat we in dit land ook muziektheater moeten, ook een musical moeten hebben. Hè, en ook diversiteit daarbij, net zoals in andere artistieke disciplines we dat moeten hebben. Hè. Dat is bijna een vanzelfsprekendheid en er zijn lacunes en die hebt u ook aangegeven. Maar waar ik bekommerd om ben, en daar wil ik u graag een reactie op krijgen, is op een mogelijke idee van een sterke groei met sterke financiële middelen voor een musicalhuis, waar ik voor ben, om duidelijk te zijn, maar dat zeker niet tegen. Maar tegelijkertijd
blijven wat u de betere, de grote, u hebt ze de wat grotere muziektheatergezelschappen genoemd, Muzieklot en Transparant, die internationaal, het is niet omdat iemand in de zaal zit dat ik zeg, maar die internationaal heel hoog scoren, heel goed scoren, maar die wel in verhouding tot uw budget een groot budget krijgen, maar eigenlijk in de context van het kunstsyndicaat een klein budget krijgen, een relatief klein budget krijgen. Komt daar dan ook geen spanning op? Want ik zou net zo goed, denk ik, zouden we net zo goed kunnen pleiten in een bredere context om die huizen met die grote internationale potentie ook een zekere doorgroei mogelijk te laten zijn. En voor Lot en Transparant, ik denk dat ze dat ook artistiek verdient. Maar overhoudt zich dat ten opzichte van die doorgroei musical? Ik zou niet aan de ene kant bij wijze van spreken, collega's, 5 minuten willen reserveren voor musical. Terwijl wij beseffen dat we fantastische potentialiteiten hebben in het muziektheater, die we dan niet valoriseren. Zie je? Hoe verhoudt zich dat? Dat zijn mijn vragen voor de eerste ronde. Meneer Malems, u eerst. Ja. Ik probeer de dingen een beetje samen te nemen. Soms waren er ook al wat overlappingen. Het gebrek aan subsidieaanvragen. Waarom is dat zo? Daar ligt voor een deel de oorzaak bij de opleiding. We zien dat de musicalopleiding voort van het conservatorium in Brussel, die leidt op tot uitvoerder, tot zanger. De andere conservatoria voor theater, zie je dat een deel van die opleiding ook is, niet alleen voor acteur, maar wordt ook theatermaker. Dat wil zeggen dat die jonge acteurs ook in dat traject veel meer meekrijgen richting hoe maak ik zelf productie, hoe vraag ik subsidie aan, hoe kan ik vanuit de basis eigenlijk een start maken zonder dat ik afhankelijk ben van alleen maar de bestaande gezelschappen. Bij de musicalopleidingen in het conservatorium is het eerder dat men zich richt, of de doelstelling is van ik wil in een musical meespelen. Dus vandaar, dat is een van de oorzaken waarom er minder aanvragen zijn. En de andere dingen die in de nota staan, dat de grootschaligheid waarvan men uitgaat ook al afschrikt. Dat men eigenlijk ook wel, dus dat het een hele grote organisatie is om op te starten. Meneer Laval, u hebt het ook over het gebrek aan kwaliteit bij musicals gaan leren. Ik denk dat het belangrijkste is, als het over de beoordelingscommissie gaat, wat wij aankaarten, is het gebrek aan kwaliteit van de dossiers. En dat is een heel belangrijk verschil. Dat is iets wat wij jammer genoeg vast hebben moeten stellen, met name bij het Musical van Vlaanderen en nu ook bij het theaterpubliek, dat die dossiers in vergelijking met de standaard dossiers die we binnenkrijgen, zeer slecht geschreven zijn. En dat vooral naar het decreet toe en naar alle decretale normen toe. We hebben van Musical van Vlaanderen een aparte hearing georganiseerd met mevrouw Keulemans, die daar toen werkte. En haar vraag was, zeg me dan eens hoe ik een dossier moet schrijven. Dus dat was voor ons heel frappant, van dat daar duidelijk een gebrek aan inzicht is van hoe het decreet werkt en wat het decreet vraagt. Als beoordelingscommissie zijn wij gebonden aan die regels. Wij moeten volgens die criteria beoordelen. De administratie ziet daar nauwlettend op toe. De formulieren voor het aanvragen van subsidie zijn heel helder, met duidelijke vragen, duidelijk gestructureerd. En wij worden als beoordelingscommissie, volgens de deontologie die ook afgesproken is met bijvoorbeeld de adviesraad die erop toeziet, worden wij geacht om op die punten een oordeel te geven. Als die niet in het dossier beantwoorden aan die punten, kunnen wij niet positief zijn. Dus dat is gewoon het dilemma waar wij voor staan. Ook al even over het kunsthuis. Ik denk dat het heel belangrijk is als we die optie zien, dat het niet de bedoeling is dat er een derde volledige structuur wordt toegevoegd aan die poot. Ik denk dat het juist gaat over een grotere efficiëntie. De organisatie van de opera, er zijn heel veel overlappingsmogelijkheden op het gebied van gebruik van decor-kostuumateliers, het beheer van de zalen, gebruik van de techniek, administratie, die gemeenschappelijk kunnen. Het is ook zo, als je dat vergelijkt met andere landen, dat onze twee operahuizen, Gent en Antwerpen,
Die zalen worden nog altijd ondergebruikt. Die staan heel veel dagen van het jaar leeg. En dat kost ook aan de Vlaamse gemeenschap, want die zalen zijn er. Dus het efficiënter inzetten van die infrastructuur zou een optie kunnen zijn. Wij laten ook open in welke vorm dat die toevoeging aan een kunsthuis zou gebeuren. Het is ook zo dat Aviel Kaan, de artistiek leider van de Vlaamse opera, heeft Candide geproduceerd. Hij had plannen om Fiddle on the Roof te doen. Dat heeft hij teruggetrokken, omdat Musical van Vlaanderen Fiddle on the Roof gedaan heeft, 2 jaar geleden, geloof ik. Dus ik denk ook bij Kaan zelf is er geen principiële afwijzing van Musical. Hij pleitte daar toen heel erg voor, ook bij de internationale beoordelingscommissie van de Vlaamse opera, waar ik deel van uitmaakte 3 jaar geleden. Dus in welke vorm dat die inkanteling gebeurt, dat is belangrijk. Dus daar liggen misschien wel opties, maar die moeten dan inderdaad verder onderzocht worden. Meneer Meermans, uw vraag over die relatie met commerciële organisaties. Ik denk dat we dat in de nota een paar keer benadrukken. Dat als die subsidie toegekend wordt, dat het voor het artistieke aspect moet zijn. En dat het natuurlijk ook onder decretale normen moet kunnen vallen, want anders zijn we ook aan handen gebonden. Dus dat lijkt ons wel evident. Dus dat er ook een scheiding kan zijn tussen het commerciële en het artistieke. Dus dat er, als er voor het uitgesproken het artistieke middelen gevraagd worden, en als dat duidelijk afgebakend is dat die middelen daarvoor ingezet worden, dan zijn daar zeker ook opties mogelijk. Wij noteren ook dat er veel talent en potentieel aanwezig is. Dus dat, wij bedoelen daar ook mee dat er veel talent en potentieel op dit moment niet gebruikt wordt. En dat heeft te maken met de eenzijdigheid van het landschap, en dat heb ik ook in mijn presentatie een aantal keren aangehaald. Wat betreft meneer Van Rompuy zijn opmerking. De timing van deze nota is natuurlijk vrij ongelukkig. Die loopt samen met onze beoordeling van de tweejaarlijkse structurele adviezen, waar theaterpubliek als nieuwe instelling onder valt. Ik denk dat het belangrijk is om die twee dingen te scheiden. Ons advies ligt op dit moment bij de minister. Het is uiteindelijk de minister die de verantwoordelijkheid heeft over het al dan niet honoreren van een subsidieaanvraag. Wij hebben alleen een adviserende functie. Ik wil wel opmerken dat theaterpubliek, ook in het kader van de gelijkberechtiging van alle organisaties die aanvragen doen, evenveel kansen heeft gekregen om te communiceren met de commissie. Dat wil zeggen, de eerste stap is een goed dossier maken. De tweede stap is de kans op repliek, waar ze gebruik van gemaakt hebben. Maar het decreet voorziet niet dat als iemand een zwak dossier schrijft, dat hij ook nog eens voor de commissie komt uitleggen wat hij eigenlijk bedoelt. De bedoeling van het dossier is dat er zo helder mogelijk geformuleerd wordt wat de bedoeling is. En de naam Stanny Krets hebt u genoemd als artistiek leider, dat klopt. Wij hebben als commissie niks tegen de persoon Stanny Krets, maar wij verwachten van Stanny Krets als artistiek leider dat hij zijn dossier concepten naar voren brengt die een vertrouwen wekken in de producties die hij gaat opzetten. Er is natuurlijk ook een grote koerswijziging in dat dossier, waarbij naast musical ook nog eens repertoire theater wil gemaakt worden. Wij moeten als commissie ook kijken naar de diversiteit binnen het landschap. We hebben een aanvullend advies gevraagd aan de theatercommissie, die dat geen aanvulling vond op het, of noodzakelijk aanvulling op het aanbod binnen theater, wat in Vlaanderen zeer groot is. En wij hebben daar zelf ook aan toegevoegd, bijvoorbeeld, een van de plannen was een grote Shakespeare te doen. Er zijn alleen in Antwerpen dit jaar, bij het toneelhuis Macbeth en Hamlet, en bij het paleis Romeo en Juliet en Othello. Om aan te geven dat de leemtes in het landschap zich zeker niet op dat terrein bevinden. Maar goed, ik verwijs graag, zoals de voorzitter ook aangeeft, onze adviezen die zijn openbaar. En daarin hebben wij denk ik
punt voor punt op een veel meer genuanceerde manier ons oordeel en ons advies over die nieuwe spelertheaterpubliek uitgebracht. Het gaat niet over laat ons daarin duidelijk zijn, over een principiële afwijzing. Wij hebben alleen naar het dossier gekeken, net zoals we dat ook voor alle andere organisaties doen die indienen. Verder is het zo, het theaterpubliek is inderdaad een nieuwe VZW, maar er zijn natuurlijk wel een aantal mensen. Stanny Krets is op het artistieke vlak er één, maar ook Rick Duyck heeft ook een verleden bij bijvoorbeeld Music Hall. Dus er zijn ook banden met dat verleden. Dat is ook niet abnormaal. Mensen hebben allemaal een achtergrond, maar het is niet een volledig... wij zien in ieder geval nog altijd wel banden met het verleden. Over Ben X bijvoorbeeld, daar wil ik wel iets over zeggen. Wij hebben dat ook... Als commissie was dat een van de projecten die wij heel hard gesteund hebben binnen Musical van Vlaanderen, waarvan wij van vonden dat is de core business voor een gesubsidieerd musicalgezelschap. Ben X heeft bewezen met een boek, met een theatervoorstelling, met een film, dat het een onderwerp is, een thema, wat een heel groot publiek kan bereiken in Vlaanderen. Wat er misgegaan is, in onze opinie ook, met het gebrek aan belangstelling, is dat Music Hall, dus niet Music Hall van Vlaanderen, maar Music Hall, in dezelfde periode als Ben X in Brussel Peter Pan heeft opgezet. Een musicalspektakel die rechtstreeks concurrent was voor Ben X. Ik wou naar een voorstelling gaan van Ben X in Antwerpen. Die voorstelling was, of in Gent, die was verplaatst, omdat juist in die periode Peter Pan in première ging in Brussel. Ofwel was dat toeval, maar het was in ieder geval zo dat de markt voor musical op dat moment toch vertekend wordt. En dan kunnen we alleen vaststellen, en dat doen we met spijt, dat dat ten koste gaat van Ben X en ten voordele van een puur commercieel product van een organisatie die gelinkt was op dat moment met Musical van Vlaanderen. U verwijst ook naar Musical Labo om kansen te geven aan jonge studenten. We hebben Musical Labo met de commissie de voorbije edities van nabij gevolgd. Wij vinden dat vooral een gemiste kans om een meerwaarde te creëren voor die studenten. Die studenten hebben de kans gekregen om in een grote zaal te spelen, maar voor de rest was dat een conservatoriumvoorstelling die op dat grote podium gezet werd met onvoldoende extra omkadering. Zeker voor de bedragen die daar waren voor voorzien. Er is een gebrek geweest aan extra coaching, een gebrek aan ondersteuning om die stap te maken van schoolvoorstelling naar grote zaalproductie. En als commissie hebben we dat ook zeer grondig gemotiveerd in onze evaluatie van dat dossier. Dan, wat meneer Verstreken betreft, het klopt dat natuurlijk een relatief klein afzetgebied is. Ik denk dat op de meeste van de aspecten die u hebt aangehaald al geantwoord hebt. En voor de duidelijkheid, wij maken vooral bij subsidie, wij geven altijd de prioriteit aan het artistieke, omdat dat ook de regels zijn van het decreet. En ook bijvoorbeeld een van de belangrijke punten die wij moeten nakijken is de verhouding tussen het artistieke en het zakelijke. Dus dat zijn ook dingen die wij heel goed in de gaten moeten houden als commissie. En waarin we ook... dat wil ik ook nog wel even benadrukken, door de administratie zeer goed ondersteund worden. Het is zodat de administratiecultuur een apart zakelijk advies uitbrengt. En dat gaat echt over de cijfertjes en de navolging van alle decretale regels. Daar komt de beoordelingscommissie niet intussen. Het zijn dus twee aparte adviezen die naar de minister gaan. Wij moeten vooral kijken of de verhouding tussen het artistieke en het zakelijke, of dat in balans is. Het is ook zo dat wij als beoordelingscommissie en wij ook kijken naar de rest van het veld. Ik geef ook aan in de nota dat er... het wordt over musical altijd gezegd dat het zo duur is. Maar als wij zien wat we Transparant of Lot doen met veel minder middelen, en dan zien we dat er ook op een andere manier geproduceerd kan worden met veel minder overheadkosten. Dat zijn structuren die werken met een heel klein kantoor, met heel weinig mensen die heel hard werken. En we zien dat dat bij musical nog niet is doorgedrongen.
En dat daar dat er een veel grotere efficiëntie in productie kan gebeuren. Dat geldt trouwens ook voor de Vlaamse opera of voor het Ballet van Vlaanderen. Daar wordt ook nog op een heel andere manier geproduceerd dan bij gezelschappen die het veel minder moeten doen. Dus dat wil ik ook nog wel even meegeven, dat er wat betreft efficiëntie veel modernere manieren van produceren zijn die niet op alle niveaus op dezelfde manier worden ingevuld. En dat is ook een bekommernis van onze commissie, daarom ook aansluitend bij de vraag van de voorzitter, als het gaat over de relatie met muziektheater. We zien dat muziektheater in Vlaanderen op een heel hoog niveau staat, internationaal als voorbeeld in het buitenland naar voren geschoven wordt. Die mensen worden uitgenodigd in het buitenland om uit te leggen hoe dat mirakel in Vlaanderen bestaat, hoe ze dat met zo weinig middelen voor elkaar krijgen, wat het model is enzovoort. En in verhouding is dat een sector die nog heel erg ondergesubsidieerd wordt. Het gaat niet eens over 5% van het totale budget van de sector. Dus ik denk ook dat de groei, en dat is niet alleen voor Lot of Transparant, maar ook voor gezelschappen daaronder, dat de groei in middelen nog niet gevolgd is wat de kwaliteit en de uitstraling van die gezelschappen is. Dat komt omdat het nog een relatief jong genre is. Het is niet zoals theater wat al meer dan 100 jaar bestaat. Het is toch iets van de laatste 15 jaar, zeg maar, dat nieuwe genre. En we denken dat in ieder geval ook naar de minister toe, of naar het beleid, of toekomstig beleid toe, dat men verder investeren in de dynamiek van die muziektheatersector niet moet afbouwen. Integendeel, dat die absoluut meer subsidies verdienen. Ik wil nog even verwijzen naar andere landen. In de meeste landen is musical een puur commerciële sector, zonder subsidies. Dat heeft te maken natuurlijk met een groter bereik. In een stad als Londen kan je natuurlijk reeksen spelen die heel lang duren. Een land als Nederland wordt dikwijls vergeleken. Nederland is natuurlijk 18 miljoen inwoners. Maar mag ook niet vergeten dat de infrastructuur voor musical in Nederland natuurlijk 1000 keer beter is dan in Vlaanderen. In elke kleine gemeente in Nederland staat er een schouwburg die het niveau heeft van de Singel. In Vlaanderen, als je moet reizen in de culturele centra... Ja, met enige overdrijving. Maar ik bedoel, in Nederland zijn alle theaters uitgerust met een automatische trekkenwand, om maar iets te noemen. Wat wil zeggen dat in plaats van teamtechnici om een groot changement te doen, dat je dat met één man achter de knop kunt doen. Waardoor dat opbouwen van bijvoorbeeld grote decors dezelfde dag kunnen gebeuren als je speelt en dat je daar hier bijvoorbeeld nog een extra bouwdag voor nodig hebt. De schaal van de culturele centra in Vlaanderen, dat is historisch zo gegroeid, is heel verschillend. Ze worden vooral gekenmerkt door het feit dat ze qua maat niet op elkaar lijken. Je moet elke dag in een andere zaal spelen en een compleet andere ingrepen doen om daarin te passen. In Nederland is dat anders, waardoor natuurlijk het afzetgebied voor musical veel groter is. In Nederland is het ook zo dat de markt of het marktsegment wat vroeger door het Ballet van Vlaanderen, de musicalafdeling, werd ingenomen, waar men toch een vaste tournee had, dat verloren is gegaan door natuurlijk die lacune die gevallen is. Dat was een van de gevolgen van het stopzetten van die structuur. Dus dat zijn een beetje de belangrijke punten. Dus het is heel moeilijk om de Vlaamse situatie één op één te vergelijken met het buitenland. Cultuurinvest is iets wat eigenlijk dateert van voor het moment dat ik bij de commissie betrokken was. Maar misschien dat mijn collega daar meer zicht op heeft. Maar het is in ieder geval iets waar geen gebruik wordt van gemaakt op dit moment. De heer Baton, alsjeblieft. Ja, ik wil erop wijzen dat ik mijn rol wat moet respecteren. Ik ben wel binnen de muziek nogal erg betrokken en jarenlang ook voorzitter geweest van de beoordelingscommissie muziek. Maar ik zit hier nu voor de SARC
Het is ook zo dat de beoordelingscommissie muziek, of de beoordelingscommissies toekoer, die worden beoordeeld als dusdanig door de adviescommissie kunsten. En trouwens, in uw puntje 11 zie je het standpunt van de adviescommissie kunsten daaromtrent. Ik heb daar niets aan toe te voegen, dus ik ga ook niets zeggen over de beoordeling die er gebeurd is, omdat dat ook onze taak niet is. Wat betreft de infrastructuur wil ik nog even wijzen op een nota van de SARC die een paar weken geleden is uitgekomen in verband met de culturele infrastructuur. Daar staat wel niet specifiek natuurlijk over het muziektheater of over een musical, maar daar staan een aantal ideeën in. En vooral wil ik even ingaan op het feit dat wij gaan starten met een dialoog tussen de Strategische Adviesraad Kunst en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk, omdat er vanuit de culturele centra een heel pertinente vraag is, die ligt er al een tijdje, waarbij ze zeggen van kijk, in ons decreet staat wel ingeschreven dat wij voor kwaliteit en zo verder moeten zorgen, maar er wordt geen enkel budget voor vrijgemaakt. En daardoor is er ook een grote spanning en een discussie ontstaan toen wij rond het kunstendecreet bezig waren. Omdat dus in het nieuwe kunstendecreet kunnen die culturele centra, ondanks het feit dat ze structureel erkend zijn, ook nog structureel erkend worden als in het kunstendecreet. En dan hebben we een discussie gedaan, omdat wij zeggen, ja, twee keer structureel, dat kan toch niet. Maar dan hebben we de problemen gehoord van de culturele centra, de grotere centra, die bijvoorbeeld in zo'n rol van een musical wel een belangrijke rol konden spelen. Maar zoals u allemaal weet, zijn niet alleen die centra zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen, maar door en duur zijn dat in het grootste geval zijn dat allemaal plaatselijke spelers geworden die ook vooral het plaatselijk niveau moeten invullen en bijna niet meer aan kwaliteitszaken kunnen komen. En daar gaan wij proberen van tegen het najaar een mooie nota over te maken waarbij we die twee sectoren, waar we de zaken in vraag stellen. En dit kan toch ook wel een rol spelen, want ik kan mij voorstellen dat kleinschalige musicals of zelfs musicals die iets groter worden, dat die straks ook wat meer speelplekken krijgen. Als je nu alleen de speelplekken hebt die er op dit moment staan, dan zit je in de problemen. En wat betreft de culturele centra, die zeggen dus allemaal hetzelfde, we hebben totaal geen budget meer om ons met kwaliteit bezig te houden. En dit vind ik een toch wel pertinente vraag die we in de komende maanden en jaren toch eens moeten onder ogen nemen. Dat is het. Tweede ronde, waarde collega's. Als er nog collega's zijn die vragen, opmerkingen, bedenkingen hebben, het is moment. Misschien nog een keer de volgende, meneer Van Rompuy, u eerst, alstublieft. Ja, in de volgende jaren zal ik mij niet meer met musical bezighouden. Dat heb ik voor mezelf uitgemaakt. Maar, als liefhebber zeker. Want een van de dingen die mij daar toch opvalt als leek in die materie, dat is dat men van buitenuit denkt van, oh, we gaan een musical spelen en we brengen daarvoor een paar artistieke mensen bij elkaar en we hebben een goed draaiboek en we hebben een zaal. En nee, dat is een heel moeilijk genre ook om publiek te bereiken. Ik heb meegemaakt dat wij dachten, we gaan hier 60.000, 70.000 mensen bereiken en uiteindelijk was het dan 15.000 of 20.000. Omgekeerd, als je dan een hele publiekstrekker hebt en je denkt 100.000, dan is het misschien 160.000 en zo. Dus dat is ook een marktgegeven. Een musical maken is niet zomaar iets waar je op voorhand kunt van zeggen. U zegt, ja, bij niks was concurrentie met Peter Pan en zo. Ik weet dat niet. Ik denk niet dat dat bewust gebeurd is. Maar goed, ik wil me daar niet over uitspreken. Maar musical gaat ook over big. Over, ja, Assepoester 700.000 euro. Andere 1 miljoen euro en 2,5 miljoen subsidie per jaar. En je moet daar dan producties creëren die toeschouwers trekken. Want dat is mij ook opgevallen. Als men echt creatief wil zijn, experimenteel wil zijn, ja, dan weet je dat een beperkt publiek gaat bereiken. Dat kan zijn dat een breder publiek bereikt, maar meestal is dat een beperkt publiek. En toch zegt men, als men dat dan gedaan heeft, ja, maar zeg, dat was een mislukking, want daar is maar x aantal mensen op afgekomen. En als men natuurlijk de subsidies langs de ene kant
heb je de kleinschalige Judas-productie die nog wat kunnen groeien, die dat schitterend doen, hè, Pauline en Paulette. En er zijn er heel veel geweest die ik ook gezien heb. Dus dat, echt, en die hebben ook een theater en die gaan nu naar die, ik vind dat schitterend. Langs de andere kant heb je de big players, hè, Genre Studio 100, Daans, nu de Grote Oorlog. Hè. Maar in die tussengroep, en daar hebt u het eigenlijk over, hè, dus waar u verwacht van nieuw talent, creatief zijn, het genre eigenlijk toch naar een breder publiek te brengen zonder commercieel te zijn enzovoort, dat zal altijd een heel moeilijke zaak zijn waar je voor een stuk ook ondernemers zult moeten hebben. Ja, men kan van allard zeggen wat men wil, en dat is niet voorbeeld, maar dat is iemand die de musical in Vlaanderen, met alle gebreken die er zijn en alle omstandigheden die er zijn, maar die heeft dat genre in Vlaanderen op de kaart gezet. Wel, in de volgende jaren vrees ik dat, en ik die tweejaarlijkse subsidies, ik ken de dossiers niet, maar ik vermoed dat daar toch wel geen nieuwe speler genre musical van Vlaanderen gaat uitkomen. Het zal moeilijk zijn in Vlaanderen om in wat u eigenlijk noemt, om dat te creëren. En ik denk dat het toevertrouwen aan een totaal nieuwe organisatie, dat kan. Maar dan gaat je weer in een fase zitten dat die mensen ook moeten die markt kennen, dat ze moeten zalen hebben, ticketverkoop. Allee, er komt zoveel bij kijken dat het geen paar jonge creatievelingen zijn die uit de musicalschool komen of die gaan dat kunnen doen. Dus het zal een heel moeilijke zaak worden. Maar dat het genre in Vlaanderen een publiek heeft, dat is duidelijk. Maar de moeilijkheid is om, waar jullie zegt van het is overheidssubsidie gerelateerd, hè, dat is en met bepaalde criteria, dan zal het heel moeilijk zijn om dat in de markt te zetten. Dank u wel. Collega Meermans, of wie was dat nog? Collega Delva? Ja, kort nog een drietal bedenkingen. Als het zo is dat er niet zoveel subsidieaanvragen zijn in zaak musical, en dat te wijten zou zijn aan een opleiding die te weinig gericht is op het maken van musicals, dan denk ik dat we daar de komende legislatuur waarschijnlijk een keer verder op moeten werken, want dat is natuurlijk een vrij structureel probleem. Twee, ik ben blij met het antwoord van de spreker dat het niet zozeer dat het vooral een probleem was van kwaliteit van ingediende dossiers. Ik had dat verkeerd begrepen, ik had ook verkeerd gelezen eigenlijk in de nota. Dus het is misschien goed om dat ook duidelijk in het verslag te zetten, dat het gaat over de kwaliteit van de dossiers en niet over de kwaliteit van de projecten op zich die worden aangekaart. En drie, op een moment ging het over de efficiënte werking van het kunsthuis en ook van de gebouwen in Gent en in Antwerpen. Daar ben ik vast van overtuigd dat dat nodig is. Ik denk dat die gebouwen inderdaad onderbenut zijn. Ik denk dat die gebouwen meer zouden kunnen worden gebruikt voor andere musicals, maar ook ruimer gezien voor andere vormen van muziektheater. En ik kom nog even op terug wat ik daar straks ook zei, een aantal organisaties, grotere organisaties, zijn soms wat op zoek naar een wat vaster huis, of een huis waar ze wat regelmatig kunnen optreden. En me dunkt dat de gebouwen in Antwerpen en in Gent daartoe geschikt zouden zijn. Dus ik denk dat we daar ook de komende jaren toch een keer dichter bij die situatie moeten bekijken. Ja, ik wil graag, dank u wel, collega, ik wil graag nog twee opmerkingen maken. De eerste, een standpunt over die commerciële musical. Ik wil dat toch eens kwijt. Mijn uitgangspunt is dat je in Vlaanderen een interessant en gediversifieerd cultuur- en kunstenaanbod moet hebben. En daar kunnen eenvoudige, moeilijke, complexe, grote en kleine dingen in zitten. Het gaat over die noodzakelijke diversiteit. Als je dus geen non-profit spelers hebt, die ook grootschalige musical in Vlaanderen brengen, dan heb ik geen enkel probleem dat dat ook door commerciële gebeurt. Ik heb er ook geen enkel probleem mee dat de overheid, gelet op de schaal waar die Vlaanderen maar is, daar ook financieel in bijlegt. Dat kan subsidie zijn, dat kan via een gedeeld systeem zijn, zoals collega Meermans hier voorstelt. Er zijn verschillende mogelijkheden. We doen dat overigens ook met de film. Hè? Dus dat is niet verschillend, als ik het zou kunnen zeggen. 90% van de filmproductie in het land is commercieel als finaliteit. Maar toch springen we bij kwestie van een aanbod te hebben op de markt, omdat die markt niet groot genoeg is, of niet potentieel genoeg, geen potentieel genoeg heeft om op te brengen alleen op de markt. Maar
dan sluit ik mij eigenlijk wel aan bij de opmerking die u ook gemaakt hebt. Met name dat we dan goede dossiers moeten krijgen, die stevig onderbouwd zijn, en dat we dan met dat... die redenering laat niet toe om middelmatigheid of lager dan middelmatigheid te brengen in het land. Dan moeten we ook goede kwaliteit brengen. En dat kan toegankelijke musical zijn, maar van een hoge kwaliteit, met een goed onderbouwd dossier en met een zakelijk transparant systeem. En dat laatste, collega's, in het verleden, je moet niet ver teruggaan aan dossiers lezen en artikels lezen om te weten dat, ja, dat daar in het verleden wel wat problemen rond geweest zijn. Dus iedereen heeft er alle belang bij om dat uit te klaren en uit te zetten. Ik geef dat mee als standpunt, omdat ik bij sommigen de indruk zal leven dat ik absoluut tegen commerciële musical ben. Ik ben er absoluut niet tegen, net zo min als tegen commerciële film of tegen steun van tv-fictie voor VTM. Hè? Laat dat duidelijk zijn, als dat de markt verrijkt, het aanbod verrijkt voor de kijker, als dat werkgelegenheid creëert voor kunstenaars, voor componisten, voor spelers, voor regisseurs enzovoort, vind ik dat een waardevolle optie, verlangen we maar een kwaliteitsniveau dat behoorlijk is. En twee, als dat niet de nadelen komt van andere artistieke ontwikkelingen en verwante genres, zoals het brede muziektheater in die commissie hier. Maar het kan ook over theater gaan, over andere genres, over de muziek. Hey, waarbij dat het ene mag het andere niet blokkeren. Meer, ik deel heel erg ook de opmerking dat we de kruisbestuivingen tussen de disciplines moeten stimuleren. En dat we dus minder in hokjes moeten denken en in strakke disciplines. Dus Musiclot heeft geprobeerd, opera heeft een poging gedaan. Ik denk dat daar ruimte moet zijn om net ook om soms eerder onverwachte plekken ter zake initiatieven te zien groeien. Het kan alleen het genre verrijken. En de tweede opmerking, die ik wil maken, gaat over onze grote infrastructuur en over de cultuurcentrum, maar vooral over de grote infrastructuur. Het is waar dat er nog altijd belangrijke efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden in onze grote huizen. Ik bedoel, ik heb het nu over de infrastructuur, niet over de artistieke kern die daar actief of niet actief in is. Bij mij mag je daar ook het concertgebouw, de Singel en andere grote huizen in dit land naast de operagebouwen bijrekenen. Ik denk dat we nood hebben ook aan een soort van visie, plan, waarbij ook grote producties in Vlaanderen speelkansen krijgen in die grote huizen. Maar collega Dalva, ik ben het niet helemaal met u eens. Als je zegt dat, u zegt dat er meer op moet kunnen dan muziektheater, ik denk dat het ook goed zou zijn dat een bepaald huis een smoel heeft. Hè? En een zeker profiel heeft en men weet dat in dat huis wordt vooral muziek gemaakt. En muziektheater kan daar een uitloper van zijn. Maar geen, zou ik zeggen, oneerbiedig wat grijs profiel zoals de grote cultuurcentra in ons land wel hebben. Hè? Ik zou niet willen hebben dat die grote infrastructuren daarin terechtkomen. Ik zou zelfs omgekeerd durven pleiten dat in zo'n visievorming, zoals Herman Baten die het net benoemd, ook de cultuurcentra streven naar een zekere profilering en zekere artistieke keuzes, zodanig dat ze voor publieken ook herkenbaar zijn als dat zijn plekken waar interessante klassieke muziek, muziektheater, musical of wat dan ook, theater, ballet, gebeurt. Dat er een soort van herkenbaarheid is, publiek. Ik denk dat dat ook voor het publiek zo zinvol is. En dat vergt in Vlaanderen meer dan lokale afspraken. En dat is een beetje het probleem, dat de meeste infrastructuren lokaal gestuurd worden. En niet bovenlokaal. Maar ik denk dat daarover te praten moet kunnen zijn. Ik denk dat je daar op minstens goede randvoorwaarden creëert, waarbij een zekere leefbaarheid ook ontstaat voor middelgrote mensen, voor middelgrote producties die in dit land staan. En tenslotte, een zijdelingse opmerking. Ik ben zeer terughoudend om vanuit de overheid initiatief te nemen om zelf een musicalhuis op te richten. Mijn ervaringen met het Ballet van Vlaanderen en de musicalafdeling. Natuurlijk, je moet alles eens in de context van de tijd zien en het moment. Hè. Het lijkt mij niet vanzelfsprekend om een eerder populair genre, dat veel commerciële raakvlakken heeft, en dat is geen negatieve uitspraak van mij, dat is een vaststelling, door de overheid te laten aansturen. Dat is iets wat met mijn perceptie vecht. Hè. Dus ik denk dat er ruimte moet zijn voor groot musicalwerk, maar dat daar vanuit de markt voldoende signalen, impulsen en samenwerkingsverbanden moeten kunnen ontstaan van zowel profit als non-profit spelers die initiatieven ter zake wel nemen, die de overheid dan weliswaar faciliteert op basis van goede dossiervorming. Ik denk dat we daar verder mee komen
dan dat we zelf als overheid initiatief nemen. Maar dat is een persoonlijke mening. En ik hoop, en dat suggereert u eigenlijk ook in uw nota, min of meer, dat er in de toekomst, waar ik ook niks tegen ben, is dat de overheid een stimulerend beleid voert. Ik heb er ook niks tegen dat de volgende minister van Cultuur in de visienota bij het kunstendecreet dit soort dingen ook zegt. Hè? Dan weet er tenminste, ook als commissie, dat komt er ook ruimte financieel, veronderstel ik, om een grotere musicalorganisatie te kunnen ondersteunen. Een en ander is gelinkt aan elkaar. Dan heb je een prioriteitsstelling vanuit de beleidskant en dan weet je de context waarin het werkt. Dat, dus een overheid die randvoorwaarden creëert, zo goed mogelijk, maar een veld dat hij vanuit de privésector, profit en non-profit, initiatief neemt, lijkt mij de beste garantie om een groei te krijgen die ook op een goede manier op opleiding reageert, daarmee omgaat enzovoort. En wat meneer Van Rompuy zegt over het labo, dat daarbij aansluit, wie het ook doet, ik denk dat er wel zinvol is om een soort van musical labo te hebben in Vlaanderen, omdat dat altijd een interessant schakelplatform is tussen oud en nieuw, tussen klein en groot, tussen vernieuwing en traditie, en dat we dat ook op die manier moeten stimuleren. Ik zie gelijkaardige kruisverbanden in de dans en in de opera zelfs, en in andere genres, en ik denk dat we hier ook een soort van, zou ik zeggen, een plateau moeten creëren waar het experiment en het onderzoek ook zijn plaats krijgt. En daarmee ook de vernieuwing in het musical genre, het muziektheatergenre in de brede zin kan gestimuleerd worden. Enfin, ik heb me toch even mijn mening geventileerd. Meneer Marlaks, alstublieft. Ja, dank u wel. Ja, nog even aansluiten op meneer Van Rompuy, ja, die is er niet meer. Ik wil wel even duidelijk zeggen, Musical van Vlaanderen heeft natuurlijk wel echt een kans gekregen. Ze hebben een structurele subsidie gekregen van 2,45 miljoen euro. Het is heel uitzonderlijk in Vlaanderen, denk ik, dat een gezelschap out of the blue kan starten met zo'n bedrag. Uiteindelijk hebben ze nog een positief artistiek advies gekregen van de vorige commissie. Dus het krediet was er zeker. Maar ze zijn een structurele subsidie kwijtgespeeld wegens een uitgesproken zakelijk negatief advies van de administratie. Dat heeft de doorslag gegeven. En daar is de postcommissie niet in toegekomen. Dus ik denk dat het absoluut een gemiste kans was die men gekregen heeft, maar niet waargemaakt heeft. En dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van in dat geval toen meneer Allard. Ja, meneer Delval, wat betreft die opleiding, ik denk dat er is toch een proces op gang gebracht naar een groter bewustzijn, ook bij de opleidingen. Ze hebben ook een evaluatiecommissie gehad van het onderwijs, internationaal, waar die aspecten net ook aan bod gekomen zijn, dat ze eigenlijk ook breder moeten kijken dan alleen maar het opleiden van zangers, maar dat ook het ondernemerschap bij studenten een aspect is van de opleiding. Dus wat dat betreft is dat misschien wel iets wat naar de toekomst toe positief kan werken. Ik bevestig ook, kijk, als commissie dat wij gebonden zijn aan de kwaliteit van de dossiers. En ook de adviescommissie heel nauw toeziet op een gelijkberechtiging over alle commissies heen. Dat wil zeggen dat wij geen andere regels toepassen dan de commissie theater bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is er toch een hele grote objectivering in de besluitvorming van de adviescommissies. Wat de efficiëntie van de gebouwen betreft, ik denk dat dat echt wel ook aan de orde is. Als je bijvoorbeeld ziet dat een muziektheatergezelschap als Muzieklot, ook aanwezig hier, twee internationale topproducties als Ghost Roads of de productie die ze vorige zomer in Aix-en-Provence niet in hun eigen thuisstad Gent kunnen spelen, dan is er toch een probleem wat betreft speelmogelijkheden op de grote plateaus. En het Operahuis in Gent zou er in ieder geval ook wel een alternatief kunnen voor bieden. Ik sluit ook even aan bij de opmerkingen van de voorzitter daarover. We zien bijvoorbeeld als er een gemeenschappelijk initiatief is, zoals bijvoorbeeld het Opera 21 Festival, waar de opera bij betrokken is, Transparant, Lot en de Single, dat je eigenlijk een soort, dat je aandacht krijgt voor ook experimenteel werk. Er wordt ook gepresenteerd
in die operahuizen en in de Singel. En dat je ziet dat daar toch een grote belangstelling voor is. Dus er zijn zeker formules te bedenken die een context creëren waarin muziektheater ook op een operaplatform maximaal tot zijn recht kan komen. En ook, ik denk dat ook met een aantal co-producties met operahuizen die Lot en Transparant gemaakt hebben bijvoorbeeld, dat je ziet dat die linken evident zijn. En ik denk dat het vandaag nog altijd objectief is om te stellen dat het niveau van het muziektheater in Vlaanderen hoger is internationaal, ook qua waardering, dan het niveau van de Vlaamse opera. Dus wat dat betreft, het zijn twee verschillende dingen. Maar ik denk dat muziektheater niet als het kleine broertje van de opera moet beschouwd worden. Het is een autonoom genre met eigen kwaliteit. We zien bijvoorbeeld ook in Antwerpen, er is een festival Antwerpse Kleppers, wat in de Boerlaag georganiseerd wordt bij het Toneelhuis. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat muziektheatergezelschappen als Walpurgis op dat moment in de Boerlaag kan spelen en daardoor ook een ander publiek bereikt. En dat je ziet dat er ook in een grote zaal publiek is voor voorstellingen van een huis als Walpurgis. Dus ik denk ook dat dat er daar echt wel een probleem is, zeker in de grote steden, dat er speelplekken moeten gecreëerd worden voor die muziektheatergezelschappen die niet over hun eigen theater beschikken. Ik denk dat de andere zaken, kan ik me aansluiten ook bij de voorzitter, zeker wat betreft zakelijke transparantie, maar ik denk dat dat digitaal heel goed geregeld is, omdat de bodemcommissie daarvan vrijgesteld is en dat dat eigenlijk door de administratie op een zeer transparante en objectieve manier beoordeeld wordt. Dus wat dat betreft denk ik dat er een heel goede indekking is van de zakelijke decretale verplichtingen. Dus en dat het elk huis wat subsidies aanvraagt en krijgt, ook onmiddellijk onderworpen is aan een grondige controle. En ik denk dat we dat als democraten alleen maar kunnen toejuichen. En wij zijn blij als bodemcommissie dat wij dat niet hoeven doen. Dus dat gewoon. Ik geloof u zeker. Collega's, zijn er nog dingen die op uw lever liggen? Die ik weet wel niet. Dan dank ik de heren Alex Mallems en Herman Baten voor de deskundige uitleg, toelichting. En ook wel gedurfde stellingnames bij momenten. Ik dank de collega's en de andere aanwezigen.